we've allowed the cancer of relativism to infect us, so we think there are no shared universal values. And there is no freedom without those shared universals. Vrijheid is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse question: can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. The political news is robust. The safety of journalists. We hacked into the audience, and then all of a sudden 300 phones would ring, you know? Ja, en na deze reclameboodschap het programma. Hartelijk welkom allemaal bij deze avond over Joop van Tijn. Het is vandaag, zou het zijn verjaardag zijn geweest. Afgelopen 2 september, 20 jaar geleden, is hij overleden. En wij hadden bedacht, Koen van Braak en ik, mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de balie hier, dat we een avond zouden houden over de journalist van Tijn. En we hebben daar met hulp van redacteur Tim Wagenmakers een programma van gemaakt. En we hebben gedacht dat het een goede manier zou zijn om daar een ronde tafel bij te halen en daar verschillende sprekers bij uit te nodigen om te praten over de man van Tijn, de journalist van Tijn en de journalistiek, naar aanleiding daarvan de journalistiek in Nederland op dit moment en misschien ook in de laatste decennia. We hebben ook wat mensen uitgenodigd die uiteindelijk niet konden. En dan is dat, zegt dan ook wel weer vrij veel. Want dan schrijf je, Dries van Acht. En die schrijft dan terug: cher ami, dank voor uw brief van 4 augustus. Joop van Tijn heb ik heel goed gekend en hij is mij zelfs dierbaar geworden. Daarom verdriet het mij zeer dat ik op 12 september niet naar Amsterdam zal kunnen komen om deel te nemen aan het programma Joop van Tijn 20 jaar later. In die tijd zal ik verblijven in de Verenigde Staten. Dat was Dries van Acht. En dat zegt natuurlijk ook wel weer wat over de journalist die van Tijn was. Hij in vogelvlucht heel even, want het hoeft eigenlijk misschien niet, 59 begon zijn carrière als redacteur bij Propiacurus. Hij ging daarna naar de Haagse Post en in 1965 naar Vrij Nederland. Hij maakte televisie, radio, onder andere wel ingelichte kringen en daar gaan we zo over praten. We hebben ook een openingsfilmpje gemaakt en daar gaan we eerst even naar kijken om wat op te frissen. Dat was een beetje kort, maar... Ja, dat is waar. Het is natuurlijk wel mooi om vandaag op zijn verjaardag hier bij elkaar te zijn. Dat is toch een dierbaar iemand. In elk geval voor mij, maar voor jou ook, Juri, dat weet ik. Dat is ook de reden dat we dit doen. Hè. We doen dit niet namens iemand of iets, maar namens onszelf. We vinden het belangrijk dat er nog eens naar hem wordt omgekeken, naar Joop van Tijn. En ik vind het ook extra mooi om dat te doen met heel veel mensen die hem dierbaar waren en voor wie Joop dierbaar is. Zijn familie natuurlijk, maar ook, dat vind ik toch bijzonder dat hij er is, Rinus Ferdinandersen. Vriend van Joop van Tijn en jarenlang hoofdredacteur. Mooi dat je erbij bent, Rinus. U mag natuurlijk klappen, maar dat doet u vast niet. Nou, heel goed. Ja, want Juri, je zei... Sorry. Ja, heel goed. Jij zei al, hij is 20 jaar dood. Hè? Voelt dat ook zo voor jou? Voelt dat zo? Het is wel lang geleden eigenlijk, langzamerhand, vind ik. Ja, het is een heel ander Nederland was het. Als je hier die Vrij Nederlander uit die tijd ziet. Maar je bedoelt, hij is ook al ver weg voor jou? Ja, hij is, nou, voor mij persoonlijk dan weer wat minder misschien. Maar maatschappelijk is het wel lang geleden, vind ik. Hoe kwam jij met hem in contact? Weet je dat nog? Dat weet ik heel goed. In 89 viel de muur, tenminste die dreigde te vallen. En toen was ik student geschiedenis. En toen dacht ik, dit is geschiedenis. Daar ga ik heen. En toen ben ik naar Praag gegaan, vlak voordat de muur viel, meegedemonstreerd als student met het Tsjechoslowaakse volk. Mm-hmm. Toen kwam ik daar een fotograaf tegen waar ik bij overnacht heb. En die bleek lid te zijn van Garta 77 en iedereen te kennen. Havel en iedereen. En zijn laatste camera ging kapot. De man was straatarm. En toen heb ik beloofd dat ik de
foto's die hij van de afgelopen 30 jaar had gemaakt, van 68 en van 77 en van Garta en de geheime bijeenkomsten, zou proberen te verkopen in Nederland. En dat heb ik aan Vrij Nederland verkocht. En toen kwam je met hem in contact? En toen was ik student en toen zei, ik kan me nog herinneren, het was een warme zomerdag dat ik met die foto's daar kwam. En toen, na een tijdje, zeiden ze bij VN, de redactie, van nou, dan sturen we jou daarheen met een redacteur. En toen zei ik, nou, misschien doe ik dat zelf wel. En toen keek Van Tuin zo van boven naar beneden. Hij had van die korte, had zo'n overhemd dat je nooit meer ziet met van die korte mouwtjes. En toen zei hij, hij keek van boven naar beneden zo en toen zei hij, nou, dat is goed. Wil ik je wel eerst wat over het vak uitleggen? En, nou, dat heeft hij ook gedaan. Dus jij mocht het maken, maar je kreeg een snelcursus van hem? Ja. Grappig. Ja. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft er echt een snelcursus gegeven. Ik heb weet je nog wat hij je vertelde? Ja, ik heb dat kaartje waar ik dat opgezet in de Keizerbodega. Ja. Dat kaartje heb ik altijd bewaard. Die puntjes opgeschreven had. Je moet degene die je spreekt in een warm bad van aandacht leggen. Je moet meeschrijven en dan zo nu en dan moet je even terugkijken erin. En dan iets, u zei eerst dit. En dan feint je interesse en dan wist de ander geïnteresseerd. En zo had hij nog een aantal van dat soort trucs en tips. En die heb ik ook, ja, dat kaartje heb ik heel lang ook altijd in mijn binnenzak gehad. Als ik ging interviewen, had ik zo'n soort... Oh, echt waar? Ja, dan dacht ik, nou, dat helpt dan. Als een soort reminder? Ja. Oh, ja. Ja. Ja, ik heb Joop op mijn 17e brief geschreven dat ik journalist wilde worden. Toen woon ik in Rode. Kreeg je ook antwoord? Ja, hij belde op. Hij zei, ben je wel eens in Amsterdam? En ik zei, nou, heel vaak. Ik kwam er bijna nooit. Ik woon in een heel klein dorpje in het noorden van het land. Toen zei hij, kom maar een keer. En toen, dat was wel heel leuk. Toen nam hij echt de tijd voor me. We hebben anderhalf uur gezeten. In Café de Engelbewaarder was het volgens mij. En wat ik me vooral achteraf realiseerde dat bijzonder was. Ik vertelde toen aan hem, ik ben eigenlijk al journalist. Want ik schrijf voor een blaadje wat in mijn dorpje uitkomt, het Rode Journaal, daar schrijf ik stukken voor. Ja. En toen zei hij, oh, nou, dan wil ik dan wel eens lezen wat jij maakt. Dus heb ik wat van die stukken toegestuurd. En die kreeg ik dus geredigeerd met bruine vulpen inkt in de kantlijn terug van hem. En jij zat nog op de middelbare school? Ja, ik was 17. En echt van die dingen van niet zo beginnen, proberen het is zo, goed gevonden. En toen 17 jaar vond ik dat eigenlijk niet meer dan normaal. En achteraf denk ik, dat was heel bijzonder dat hij dat deed, toch? Ja, absoluut. Ja. En hij was toen adjunct. Maar ja, het was wel iemand. Ja, en ik, tot aan zijn dood heb ik eigenlijk wel. Ik beschouw hem wel als mijn grootste leermeester. Ja. Wat heb je veel van hem geleerd? Wat heb je van hem geleerd dan? Nou, wat je maakt nog altijd interviews, dat deed hij ook. Wat heb je van hem geleerd? Nou, wat ik bijvoorbeeld een hele mooie vond, en dat noem ik wel eens voor mezelf, als ik wel eens aan studenten over hem vertel, dat probeer ik altijd te doen. De wet van Fontijn, dat is hij van, het maakt geen donder uit of je 35 jaar in het vak zit of 3 weken. Het gaat maar om één ding, dat die ander jou de moeite waard vindt om het aan te vertellen. En dat dwing je af met je voorbereiding, met je toon, met je belangstelling. Nou ja, en heb jij ook dat soort... Nou, maar eerst, doe je dat met kijken in de ziel? Heb je dat van hem geleerd? Nou, niet speciaal wat ik bij kijken in de ziel doe. Maar wat hij bijvoorbeeld wel... hij zei bijvoorbeeld, wat heel belangrijk is, dat je je aan die ander laat zien dat je in hem verdiept hebt. En dat doe je bijvoorbeeld door een cadeautje voor hem te kopen. Een klein cadeautje, ik zie Max ook al knikken. En, dat was iets waarmee je dan liet zien, ik heb me in jou verdiept. Wat ik altijd een mooi voorbeeld vind van zijn genie op dat vlak. Ik ging een kunstenaar interviewen die ze bijna nooit liet interviewen, maar de man werd 65. En hij zou voor één keer een uitzondering maken. Hij zou een interview doen in Vrij Nederland met mij. Dus ik belde Joop op, ik was wild enthousiast. Ik zei, nou, hij gaat het doen. Maar deze man was niet alleen bekend als kunstenaar, maar ook als iemand die nogal van drank hield. Het was gewoon een zware alcoholist. Ja, zo kun je het wel noemen. Ja. En toen vroeg ik aan Joop, van, wat zal ik voor meenemen? Cognac of sherry of whisky? Wat denk je dat hij drinkt? En toen gingen die donkere ogen zo geheimzinnig glinsteren achter die toch behoorlijk grote brillenglazen, zeg maar. En toen zei hij, jij gaat helemaal niet drank kopen. Je gaat nu naar Atheneum Boekhandel. En je koopt een bundel voor hem met Franse poëzie. Ik zei, nou, dat vind ik echt een heel raar idee. Ik denk dat hij dat niet eens kan lezen. Toen zei hij, die fles drank verwacht hij. Maar als jij zo'n bundel aan hem geeft, laat je zien, ik zie jou niet als suiplap, maar als intellectueel. Dan gaat hij enorm zijn best voor je doen. Nou, ik zo'n bundeltje gekocht en naar dat interview. En ik overhandigde de aanstaande jager zijn cadeau. En die keek in eerste instantie dodelijk teleurgesteld dat er geen kurk op zat. Maar toen
zei hij, toen gebeurde het precies wat Joop me had voorspeld. Ik had hem een enorm compliment gemaakt door hem deze bundel te geven. Want ik liet hem inderdaad zien van ik zie jou voor vol aan. Ja. En Joop voelde feilloos aan, dit is een man die daar gevoelig voor is. Ja, dat had ik zelf helemaal niet bedacht. Dat soort dingen bedacht hij. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat vond ik toch wel. Want daarmee laat je ook zien dat je. Daar was hij zelf natuurlijk zo'n koning in. Mensen in de, als interviewer in de houtgreep van de charme nemen. Hè. Dat kon hij meer dan goed, vond ik. Maar wat mij wel opvalt, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik vind hem zo kort na zijn dood al vergeten. Het is echt opvallend. Hoe komt dat, denk je? Ja. Het hoort deels bij het vak. Ik bedoel, dit is ook... Het vluchtenvak. Morgen ligt de vis erin. Ja, en wij zijn natuurlijk ook passanten. Wij zijn nog weer de luizen in de pels. En zelfs die pels vergaat al vrij snel. Laat staan de luizen. Laat staan de luizen, ja. Ja. Maar ja, kijk, toen hij nog leefde, was het zo'n gigant... dat ik dacht, ja, die man verdwijnt niet. En dat is... Ik heb het altijd ook jammer gevonden, hè, dat, niet om het een of ander... maar dat de Weekblad Pers nooit... een Joop van Tijn prijs of een Joop van Tijn fonds in het leven heeft geroepen. Dat had hij wel verdiend, vind ik. Dat hoorde bij zijn statuur als journalist. Nou, hij is een beetje niets verdwenen, maar hij had natuurlijk ook erg veel vijanden. Ja, en zeker na zijn dood kwamen natuurlijk heel veel nare verhalen ook boven. Ik denk ook dat de zalige verklaring van Joop van Tijn ook nog even op zich kan laten wachten. Dat zou best kunnen. Maar ik heb ook zijn goede kanten gezien en jij ook. Ja, absoluut. En dat is ook een van de redenen dat we tegen elkaar zeiden... we willen nog eens naar hem omkijken. Ja, zeker. Ondertussen ben ik wel gebeld door allerlei mensen... die vonden dat het een schande was dat we niet de slechte kant van hem lieten zien. Maar dat zegt toch meer over die mensen dan over Joop, lijkt me dan. Misschien ook wel, ja. Ja. En we praten in 4 rondes met mensen die iets met Joop te maken hebben gehad... of die door Joop geïnspireerd zijn. En allereerst wilden we aan tafel vragen... Victor Halberstadt en Harry van Wijnen. Wil je ook iets drinken, of water, of een glas wijn? Nee? Wij beginnen met jullie om eens te praten over... We mochten je zeggen, hadden we vooraf even... Ja, het zou een beetje raar zijn om zo uit jezelf je te zeggen. Maar jullie hadden gezegd dat dat mocht. Ik ga er voetstoots van uit, maar... Nou, Victor Halberstadt, jij kent Joop uit Habonien... Kampen, denk ik, al van zeer, zeer, zeer lang geleden. Later professor economie geworden, onder veel andere dingen. Ook een informateur geweest, politiek, wetenschap. Maar zeer, zeer, zeer lang bevriend geweest met Joop van Tijn. Kan je de eerste keer herinneren dat je hem ontmoette? Jazeker, dat was in de zogenaamde FAMOS-toernooien. Er is waarschijnlijk niemand in deze zaal die dat zal herinneren... behalve Flip van Tijn, die hier is. De FAMOS-toernooien waren toernooien voor scholieren... in de kerstvakantie in het AMVJ-gebouw op het Leidseplein. Een steenworp hier vandaan. En daar, wat is de AMVJ? Algemene Maatschappij voor Jongeren. En dat was een soort jeugdhotel. En er waren bovendien sportzalen en een zwembad. En daar... De scholieren van de HBS'en en de gymnasia kwamen daar bijeen in de kerstvakantie. En die streden in welsprekendheid, schaken, dammen, ik meen basketbal en misschien nog iets anders. Joop en ik ontmoetten elkaar bij het Eloquentia-toernooi. Waar we beide doordrongen tot kwartfinales. Ik werd verslagen. Hij ging door de halve finales, hij werd daar verslagen. En dat heeft onze vriendschap bezegeld. We kwamen elkaar vervolgens weer tegen bij het schaken. Waar we ook niet verder kwamen dan de kwartfinales. Dit is denk ik geweest de kerstvakantie 1951 of 52. Dus kort nadat hij in Amsterdam was aangekomen. Was hij op een jaar van 13? Zeg. 12, 13 jaar waren we denk ik, ja. En wat voor jongen was het toen? Een leuke, verstandige en handige jongen. Handig ook. Is handig pejoratief? Of is dat, Nee. Het handig. Hij was sociaal heel bekwaam. Dat was toen al buitengewoon zichtbaar. Daarin onderscheidde hij zich sterk van menigeen omheen. Hij onderscheidde zich ook sterk van zijn vader daarin, die niet zo sociaal vaardig was. Ik hoop niet dat ik iemand in deze zaal daarmee kwets. Joop was een leuke man.
Meisjes vonden hem ook heel leuk, dat had hij al begrepen, denk ik, voordat ik hem ontmoette. Maar hij sprak daar ook regelmatig over. Maar dat deel van zijn leven kunnen we op een ander moment wel of niet bespreken. Nou, dat was wel een essentieel deel ook van zijn leven. Ja, essentieel, maar er waren veel essentiële delen, Koen. Dit was zeker een essentieel deel. Een constant deel. Want zijn aandacht ging daar naartoe. Wat was de basis van jullie vriendschap? De basis van onze vriendschap... daar heb ik werkelijk nooit over nagedacht. Behalve dat we, hoewel we elkaar helemaal niet zo vreselijk van zagen... eigenlijk onafscheidelijk zijn geweest vanaf dat moment... tot aan zijn dood in 1997. De basis was dat we elkaar zonder veel woorden buitengewoon goed begrepen. We hadden veel gemeenschappelijke stukken geschiedenis. Hoewel, ik was een ondergedoken kind geweest. Hij had in Jappenkamp gezeten, maar dat was ternauwernood gemeenschappelijk. En verder hadden we erg veel gemeenschappelijke belangstellingen. Politiek, om te beginnen. Cultuur, we waren... Ik zie ons nog staan boven in de stad Schouwburg. Ik geloof de vijfde verdieping, als dat was waar je voor een kwartje mocht staan. We kwamen elkaar tegen in de openbare leeszaal. Kortom, er was een veelheid aan activiteiten. Want er was ontzettend veel tijd over nadat je naar Hilversum 1 en Hilversum 2 had geluisterd. Er was nog veel tijd. Ja, er was veel tijd. Maar je zei ook in de aanloop naar deze avond, zei je, ik mis hem. Jazeker, ik denk vaak aan hem. Wat mis je dan? Ja, ik mis hem omdat we vrij en onverveerd tegen elkaar spraken. Gevraagd en ongevraagd advies gaven. Zijn laatste maand van zijn leven, de laatste 2 maanden van zijn leven, waren natuurlijk buitengewoon tragisch. En daarin was ik heel intensief betrokken door hem. En hij heeft een onuitwisbare indruk bij mij achtergelaten. Dus ik denk vaak aan... Ik zal niet de enige hier zijn die dat zal zeggen. Ik denk vaak aan zijn oordeel of de vragen die hij mij gesteld zou kunnen hebben. Ja? Ja. Hij is een eikpunt wat dat betreft. Ja. Ja. En wat voor vraag komt dan in je op bijvoorbeeld? Ik dacht vanmiddag even nadenken over vanavond. Toen dacht ik, kom, we zouden hier gezeten hebben. Joop was hier geweest. We zouden over buitenlandse politiek hebben gesproken. Ja? Een terrein waarop hij... wel heeft geprobeerd af en toe te schitteren, maar heeft heel weinig gereisd eigenlijk en veel minder heeft kunnen schitteren dan hij zou hebben kunnen doen. Dan zouden we zeker over de Verenigde Staten hebben gesproken, over Amerikaanse politiek. En ik was erg benieuwd zijn wat voor gevoelens dat bij hem zou opwekken. De verwildering van het land waar wij opgerekend hadden voor onze beveiliging. Je zei net... Hij heeft eigenlijk niet zoveel gedaan als journalist in buitenlandse politiek. We hebben wel een heel mooi fragment, Joeri, van Joop in gesprek met Sukarno. Laten we daar even naar gaan kijken. Hoe is dat om dit te zien? Ja, maar dat was natuurlijk geen buitenlandse politiek, hè? Nee, oké. Dit dat was binnenlandse politiek. Dat was nog gewoon een gewest van Nederland. Ja. Ja. Hij heeft 1 of 2 reizen naar de Verenigde Staten gemaakt. Ik meen ook voor VN. Ik ben de details nou vergeten. Maar hij had evenals iemand die hij zeer waardeerde, Bobby Brugsma, had een groot vermogen om zich goed te interesseren, verstandig te praten, interessant te praten over het buitenland. Die het ook volgde. Hij las ook veel internationale kranten. Ja. Harry van Wijnen, waarom was Joop eigenlijk een goede journalist? Hey. Was in de eerste plaats mateloos geïnteresseerd in de ontleding van regeringspolitiek en het doen en laten van ministers en kamerleden. En hij wilde altijd informatie boven tafel brengen die heel veel kamerleden zelf niet hadden, die heel veel ministers vaak niet hadden. Hij verbaasde iedereen erover dat hij zeer goed geïnformeerd was over het beleid van een minister-president, nog voordat dienstministers ervan op de hoogte waren. Hoe deed hij dat dan? En ja, dat was zijn geheim. Hij had een magische manier van zijn weg te vinden tussen alle obstakels die nu iedereen niet meer verbazen. Honderden voorlichters die er toen nog niet waren, maar wel ambtenaren die zich tegen openbaarmaking verzetten enzovoorts. En hij slaagde er altijd in om eerder dan, is mijn ervaring, heb ik ook wel vastgesteld vaak, eerder dan het kabinet
van de minister-president de informatie voor de wekelijkse vergadering van de ministerraad te weten. En ja, daardoor was hij niet klasse effectiever dan vele collega's. Maar je zegt magisch, hè? Hoe deed hij dat dan? Nou, je hebt er zelf straks iets van gezegd, hè, door de betoverende, charmante manier waarop hij mensen wist, om zijn vingers wist te winden. En dat deed hij in de persoonlijke zin, maar ook met dat aantekenblokje bij zich. Dus hij kon geen gesprek zomaar voeren om met iemand over het weer te praten. Hij wist altijd waar de ministerraad van die week naartoe ging, wat de breukpunten waren. En daar kon hij dan ook vervolgens vrij ontspannen over schrijven, want iedereen wist ook dat hij aan hem kon dat blijkbaar allemaal worden toevertrouwd. En schreef jij in de week na zijn dood, schreef je in Ecologie, in NRC Handelsblad, de krant waar jij zeer lang redacteur van bent geweest. Dan schreef je: in de eerste 20 jaar zou hij in de journalistiek gaan om de beste interviewer van Nederland te worden. De volgende 20 jaar zou hij de publieke zaak dienen en nog voor zijn 40ste minister-president van Nederland zijn. Dat je beschrijft hoe hij zich dat voornam, hè, als jonge jongen. Was hij overambitieus, irreëel? Nee. Nee, maar hij had een zeer welomlijnde ambitie die iedereen in zijn directe buurt kende. Daar maakte hij ook geen geheim van. Hij sprak tegen ons, wij leren hem kennen op zijn 30ste jaar, zeg maar, of na zijn 25ste jaar. Mm-hmm. Daar sprak hij niet meer over, maar wij kenden kennissen van hem uit de vorige periode. Ja. Wie hij onbeschaamd verteld had dat hij in het jaar dan en dan de minister-president zou worden. Waarom is dat niet gebeurd? Is hij... Omdat hij gaandeweg toch zijn belangstelling voor het Binnenhof is verloren. En in tegenstelling tot wat jij zei, had hij wel terdege zijn attaches in het buitenland. Hij kwam heel vaak in Parijs. Hij was heel thuis, erg thuis in Parijs. Er is die bekende anekdote dat hij in La Coupole binnenkomt en de portiers dachten, nadat hij zijn naam een beetje van Nederlands verfranst had, dat hij monsieur André Fontaine was, de beroemde hoofddirecteur van Le Monde. Mm-hmm. En dan gingen alle deuren daarvoor hem open. Hij kreeg de beste tafel. En zelfs daar kon hij zich in Parijs die exclusieve bewegelijkheid veroorloven die hij in Den Haag had. Ja. Ja, en we hebben jou ook onder andere gevraagd, omdat je een van de vaste team was van Welingelichte Kingen, het radioprogramma wat hij 22 jaar leidde. Victor kwam er ook vaak, maar jij was een hoorde bij de vaste mensen aan tafel. Vanuit Artie het Amicitie. In mijn ogen is dat programma een beetje de wortel van wat we tegenwoordig werkelijk de hele dag op de televisie zien. Dus jullie vonden daar iets uit, heb ik het idee, wat tegenwoordig in al die praatprogramma's herhaald en herhaald en herhaald wordt. Maar wie had dat bedacht, zeg maar, rond die tafel zitten en dat maken? Hij. Het was, je moet mij weglaten, je moet de anderen weglaten. Het was zijn programma. Hij was de ziel ervan, de bedenker ervan, de organisator ervan. Telde eigenlijk niet mee. Wij zijn dan Henk Hofland, Hugo Brandt Kost is een hele aparte rol, een eigen rol. Die deed niet veel mee aan de discussie, aan de conversatie, maar die gaf daar zijn hele singuliere mening over alles en nog wat. Waarmee hij ook vaak nogal wat mensen op de kast joeg. Ja. Maar was verder een beetje toch een... Hij zat dan aan de rand van het programma. Maar Henk en ik waren redacteuren, aanzitters, zonder dat we iets te betekenen hadden. Alles draaide om je op. Maar jullie waren decorstukken eigenlijk? Ja, helemaal. Ja? Ja, ik herinner me dat er jaren zijn geweest, ik heb er 22 jaar aan deelgenomen, jaren zijn geweest dat ik geen woord heb gezegd. Jaren, niet afleveringen, jaren. Nee, jaren, ja. En dat beviel heel goed. Mij wel, werd goed betaald. Ja. En, nee, maar dit lijkt een grap, maar dat is het niet. Wij schoven aan om Joop een decor te verschaffen en daarin voelde Joop zich ontzettend op zijn gemak. En wij eigenlijk ook wel. Het is wel leuk, want er zijn heel eigenlijk vrij bijzondere beelden van Welingelichte Kringen. Moeten we even naar kijken. Ja, vind je niet? Dat was de tijd dat roken nog mocht, hè? Ja. Deze keer zei jij wel wat, kennelijk, hè? Dus, nou ja. Als Joop mij daar had horen oreren, dan mocht ik een jaar zelf niks meer zeggen. Want hij strafte vrijwel onmiddellijk. Maar
Nogmaals, die sfeer werd door hem bepaald daar. Hij heeft daar inderdaad al die 22 jaar gezeten als centrum. Niet het eerste deel waar Henk Hofland tijdelijk voorzitter was. Van de gasten hoorden wij altijd dat ze daar zo ontzettend graag kwamen. Omdat hij er was. Niet omdat wij er waren, omdat hij er was. Dan zie je ook weer dat er een curieuze wisselwerking is tussen een zeer begaafd, verbaal begaafde man als hij was. Die mensen en op hun gemak stelde, maar ook vaak ontwapende en ook vaak waarheden ontlokte die ze in de Tweede Kamer nooit ten beste zou hebben gegeven. Dan zag je toch eventjes die hele aparte vorm van welsprekendheid van Joop van Tijn. En zijn bijzondere charme. Het was een van de weinige hoofdstukken van zijn leven, als je zo kijkt, waar geen vrouw in voorkwam. Hè? Het is wel echt een mannengezelschap. Ja, wat is het? Bij de VPRO is er een vrij grote, langdurige actie gevoerd om zich van ons te ontdoen en daarvoor in de plaats een vrouwenprogramma te maken. En echt waar? Is ook wel 1 jaar gelukt, meen ik. 2 jaar. Want het was natuurlijk inderdaad vreemd. Joop koos het gezelschap. En er kwamen op die vrijdagmiddag in die politieke context geen vrouwen meer voor. Bij uitzondering. Hedy d'Ancona natuurlijk wel. Want die was minister. Maar in het algemeen niet. En daar werd veel over geklaagd bij de VPRO. Dat was een VPRO-programma immers. Maar dat leidde nooit tot verandering. Want we hebben het al die jaren. Hij is er 22 jaar geweest, maar het programma heeft 35 jaar bestaan. 25 jaar zonder vrouwen. Met hem als spil. Met hem als spil. Ja. Ja. Ik zie jou de hele tijd ook zo glimlachend toeluisteren, Victor. Ja. Wat zie je voor je? Ik vind het prachtige herinneringen. Ik hoor Harry daar graag over praten. Het schiet me te binnen dat er nog een ander programma was waar hij een echte stempel heeft gedrukt. Natuurlijk behalve, zo is het toevallig ook nog eens een keer, wat in het eerste filmpje werd getoond. Dat was een nachtprogramma. Dat heette, als ik me goed herinner, Rust Zacht. Ja. Interviewde die broers en zussen, hè? Ja, waar we rond de tafel zaten. En ik herinner me één uitzending waar ik zelf aan deelnam. Waar Joop Carolien Euwe, de dochter van Max Euwe, Rinus Ferdinandussen, Henk Hofland, Jan Blokker. Misschien nog iemand mijzelf had uitgenodigd om te praten over onze vaders. En wij probeerden allemaal hem te laten praten over zijn vader. En daar bleek zijn grote vaardigheid. Wij waren uitstekend in staat allemaal, soms met emotie, 2 uur lang, was van 's nachts van 12 tot 2, het werd live uitgezonden, over onze vaders te praten. Die waren niet mals geweest, die waren niet niks geweest, om het maar zo te zeggen. Maar Joop kregen wij niet aan de praat. Waarom niet eigenlijk? Omdat hij een buitengewoon vaardig interviewer was. Ja. En daarin zijn eigen leven goed deels, als hij dat wenste, buiten. Want er was ook iets wat hij niet wilde vertellen ook. Wat zeg je? Was er ook iets wat hij niet wilde vertellen gewoon? Nee, dat denk ik niet. Nee. Hij was gewoon heel professioneel. Hij had ervoor gekozen om ons te interviewen over onze vaders. Ja. Dat is een mooie uitzending. Hij is nog altijd te beluisteren via YouTube. Nou deed hij wel in gerichte kringen, hè? Radio, Vrij Nederland, schrijvende pers. Hij deed natuurlijk ook Buitenhof later. Ja. Hoe groot was zijn politieke invloed? Was hij, zeg maar, golfde hij op de golven of maakte hij de golven? Harry, jij kunt het beter beoordelen. Jij was parlementair redacteur. Jawel, de laatste karakteristiek is wel juist. Hij maakte politieke golven. En daar moet je dan goede voorbeelden bij geven om dat te adstuderen. Denk aan het beroemde incident dat hij teweegbracht in een vraaggesprek met de katholieke politicus Piet Steenkamp. Voorzitter van de katholieke partij toen, hè? KVP. Ja. Die iets in het geding bracht dat een ander mens nooit uit zijn mond zou krijgen, denk ik. Het geweten is bij katholieken iets ruimer ontwikkeld. Ja, was het, hè? Dat is bij ons katholieken niet ruim genoeg ontwikkeld. Wel ruimer. Wel ruimer? Ja, bij de katholieken, kan veroordelen. Katholieken kunnen makkelijker, in morele zin kunnen ze dingen over hun kant laten gaan, bij andere mensen flexibel, scherpere grenzen zouden trekken enzovoort.
En daarin erkende Piet Steenkamp dus een zekere mate van flexibiliteit die andere mensen liever niet tonen. Wij zijn principieel. Wij zeggen dat is onze grens, daar gaan we niet overheen. Maar de katholieken die kunnen dan altijd enzovoorts. Daarmee een, misschien wel een karikatuur van het... van de katholieke politieke levenslust weergevend. Maar een andere katholieke politicus zou dat nooit uit zijn mond hebben gekregen. Maar Joop wist die Steenkamp tot die openhartigheid te brengen. En het vooroordeel te bevestigen wat veel mensen over katholieken en hun politiek hebben, zeg maar. Jawel, ja. Jawel. En daarmee, maar met zulke soort dingen, hij was een sociaaldemocraat, hij was lid van de Partij van de Arbeid. En er was een zekere hegemonie natuurlijk op links als het om cultuur en journalistiek ging. En was hij daar maatschappelijk of ideologisch in gedreven? Ja, Joop was geen lid van de Partij van Arbeid. Nee? Hij zal hooguit gesympathiseerd hebben, vaaglijk daarmee. Maar, oh nee, hij was absoluut geen, voor zover ik weet, was hij dat nooit weet, geweest. Ik denk het niet. Ik weet wel waar zijn sympathieën lagen. Maar ik denk dat bij dat laatste wat zojuist besproken werd, zijn politieke invloed, Jori, dat... daarbij goed het oog gehouden moet worden dat hij een heel belangrijk vehikel vertegenwoordigde. Vrij Nederland was buitengewoon invloedrijk in de 70 en de 80er jaren. Dat klinkt misschien vreemd voor nieuwe generaties, maar dat was toen echt inhoudelijk van grote betekenis, en dat weten jullie beiden. Daarvan was Joop in hoge mate de representant, natuurlijk samen met Rinus die het leidde en veel werk wat hij ook met Max en anderen heeft gedaan. En ik denk dat het in die context ook gezien moet worden. Joop in combinatie met Vrij Nederland was onverslaanbaar. Dat wil zeggen, hij kon bijna iedere politicus aan om hem te laten praten. Hij is nou 20 jaar dood. Hè? Harry, speelt hij nog een rol in je leven? Jawel. Ik heb veel foto's thuis van mij om hem heen, dus ik zie hem altijd. En ik lees ook nog wel eens wat uitgestelde exercities. En verder, zoals Victor zegt, ja. Er zijn altijd momenten waarop je hem ziet, waarop ik hem altijd zag als maatstaf voor het formuleren van bepaalde standpunten. Wat zou Joop ervan zeggen? Ja, dus op zichzelf lijkt het een beetje sentimenteel, maar dat komt in iemands leven nogal eens voor. En dat was, Joop was in dat opzicht een gids. Ja, een morele gids? Nee, maar wij werkten op elkaars vierkante meter. We gingen heel veel met elkaar om. We zagen elkaar vaak, dus was het niet zo gek dat je je meningen toetste. Al was het maar één keer in de week. En dat deden we dan ook echt regelmatig. Ben je hem tot het laatst blijven zien? Ja. Wat is de laatste keer geweest dat je hem gezien hebt? Gesproken? Dat is is het moment waarop hij ons vertelde dat hij niet lang te leven had. En dat... nog niet aan de redactie van Vrij Nederland had verteld. Ons was in dit geval de wel ingelichte kringen, een kleine clubje van 6 mensen. Die had uitgenodigd voor een etentje in Keizer, meer genoemd. En daarin liet hij die bom ontploffen. Want wij waren er niet op voorbereid. We wisten ook eigenlijk niet precies hoe het met hem was. Hij was ziek, dat is waar. Maar hoe ernstig de toestand was, wist ik niet. En dat kregen we zo eventjes tijdens een toetje. Wilde dat ook wat zeggen dat hij het jullie eerder vertelde dan Vrij Nederland? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja. Wat wil dat dan zeggen? Ja. Wat dan? Wat zou dat zeggen? Hoe waar? Ik weet niet hoe hij de volgorde daarvan bepaald heeft. Maar het maakt ook niet uit. Maar ik denk dat wij dat toen op een vrijdagavond hoorden en de hele redactie van Vrij Nederland nog niet geconfronteerd was en het daarna geweest is. Maar dat is niet echt interessant, vind ik. Jij wil wat zeggen volgens mij. Ja, het waren een paar dramatische weken. Ik was met vakantie in de Verenigde Staten en zoals in die jaren hadden we allemaal een antwoordapparaat op ons telefoonnummer. En ik één keer in 2 of 3 dagen belde ik naar mijn antwoordapparaat om te luisteren wie een bericht had achtergelaten. En Joop had gebeld met een soort donkere stem. Ik belde hem terug. Ik weet nog precies waar ik was, in Madison, Wisconsin, in het midden van de Verenigde Staten. En hij zei, waar ben je? Ik zei, daar en daar. Hij zei, wanneer kom je terug?
Ik zei volgende week. Hij zei, kun je eerder terugkomen? Ik ben die avond teruggevlogen. En de volgende ochtend, toen ik terug was in Nederland, heb ik hem gebeld. En 's avonds verscheen hij buitengewoon ongebruikelijk op het afgesproken uur. Hij kwam om 8 uur afgesproken, om 8 uur werd er aangebeld. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Hij kwam ook zonder bloemen of chocolaatjes of iets van die aard of een interessant boekje. Ging tegenover mij zitten. En nou, zijn familie weet dat, maar ik mag het geloof ik na 20 jaar wel vertellen. Hij ging tegenover mij zitten en hij zei, ik ga dood en jij moet het regelen. Dat wil zeggen, er moesten een paar dingen geregeld worden, want Joop, zoals jullie weten, had zijn administratie in zijn portzakje van zijn jasje. En dat hebben we gedaan in die paar weken die resteerden. Daarom kon er nog niet met, met de redactie worden gesproken. De kinderen en zijn naasten waren natuurlijk op de hoogte. En ik sprak hem het laatst, ik denk op maandagochtend of maandagmiddag. Hij is meen ik op dinsdag overleden, weet niet zo precies. Toen waren er een aantal dingen geregeld. Het gebeurde veel sneller dan hij zelf had verwacht. Want hij had aanvankelijk het idee dat hij een maand had om op te ruimen. Een maand om afscheid te nemen en een maand om een paar dingen op te schrijven. Dat zei hij zo. Ja, maar zo is het niet gegaan. Laatste vraag nog even terug op die Fantijn en Vrij Nederland samen waren onverslaanbaar. Ja. Als informateur van Partij van de Arbeidhuizen, was dat dan een ontzettend goede bondgenoot of was dat niet zo? Eerlijk gezegd heb ik daar geen enkele herinnering aan, maar ik denk dat Joop en ik beide voldoende professioneel waren om ons daardoor niet te laten verleiden. Ik denk dat die, maar er zijn anderen hier aanwezig, die, of zie er al is, Hans Wiegel, zie ik daar zit dit ook kan vertellen. Je kon heel rustig met Joop over allerlei dingen praten, zonder dat dat in de publiciteit kwam. Ja, dat is heel interessant. Dus dat kon je als politicus, of in ieder geval bijna politicus, ja, als informateur, ja, en dat kwam niet in de krant? Ja, ik herinner me tal van onderwerpen waarover we gesproken hebben in de 70er en 80er jaren, toen ik nogal actief was, ook in de Nederlandse politiek, waarbij je die rustig met Joop kon bespreken, ook zijn mening erover kon horen, zonder dat je die ooit terugzag in, als je dat tevoren duidelijk had afgesproken. Mm-hmm. Is dat nou een goede journalistieke eigenschap of niet? Is dat een goede journalistiek of niet, voor jou? Dat die, ja, die dat feit. Ja, jury is niet aan mij om te beoordelen, maar ik vond dat prima. Ja, maar, ja, ja. Maar je kan ook zeggen, wat gek eigenlijk, dat had hij toch moeten opschrijven? Nee hoor, want ik geloof dat er menig goed journalist was, is, die op die manier functioneert. Tenminste, mijn eigen ervaring, misschien meer buiten Nederland nu dan voorheen, is dat met goede, betrouwbare, deskundige journalisten dat zonder moeite het geval is. Ja, exact. Maar dat is toch een belangrijk punt. Ja. Ja. We hadden nog wel een uur door willen praten. Ja. Maar, we moeten dan weer verder met een ander onderwerp. Maar heel erg bedankt allebei. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja, voor de tweede tafel wilden we iets meer inzoomen op wie Joop als persoon was. Van dichtbij, zal ik maar zeggen. En dat wilden we doen met zijn broer Flip Fantijn en zijn dochter Judith. Ik wilde ze vragen of ze aan tafel wilden komen. Jori, kun jij haar inschenken? Ja. Zo. Lekker. Wat zeg je? Ik zeg niet lekker. Nou, dat gaat heel goed. Mag ik heel ongebruikelijk eerst twee dingen rechtzetten uit het vorige gesprek? Voor mij niet ongebruikelijk, maar waarschijnlijk wel voor jou. Ga je gang. Ja. In de eerste plaats, Jan Blokker heeft ooit over Joop geschreven, ook alsof het het begin van de Titaantjes was. Ook later ben ik nooit iemand tegengekomen met zo'n bulderende lach als Joop. Die bulderende lach zou hij hebben ingezet alleen bij de gedachte dat hij lid van een partij geweest zou zijn. Dat wou hij absoluut niet. Okay. Zelfs de gedachte. Tweede, dat ligt misschien in het verlengde. Ik heb gestudeerd met Hans Wiegel. En Hans Wiegel wilde op die leeftijd al minister worden. Dat is heel eerzaam. En dat is ook heel mooi als dat lukt. Zelfs nog meer, vice-minister-president. Als Joop ooit heeft gezegd tegen, ik weet niet of het Victor of Harry was,
dat hij minister of minister-president heeft willen worden, dan is het zoals andere mensen zeggen dat hij brandweerman wil worden. Mm-hmm. Gewoon als iets heel absurds, wat je toch niet wil worden. Hij heeft nooit iets anders willen zijn dan waarnemer en observeerder. Ja. Hij wilde geen zelfdeel hebben aan de macht, bedoel je? Absoluut. Nee, ik merkte dat je helemaal een beetje raakt ook, Flip. Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Oh, alleen, gewoon voor de record. Een beetje zo. Ik bedoel alleen, iets wat fout is moet worden rechtgezet. Oké. Okay. Ja, ja. Hoe zou hij dat eigenlijk gevonden hebben, zo'n avond als deze? Wat denk je? Als die over hem ging of als die over... Nou, zoals het nu doet. Zoals het over hem ging. Hij zou op voorhand milde kritiek hebben gehad en zich misschien hebben laten overtuigen door hoe deze avond loopt. Maar hij zou vanzelfsprekend sceptisch erover zijn geweest, dat bedoel je te zeggen? Hij was natuurlijk over alles sceptisch, dus hierover ook. Hm. Hoe zit jij daarnaar te luisteren, jullie, tot nu toe? Ja, ik vind het wel herkenbaar. Ja? Wat? Nou, de manier waarop hij... ik ben natuurlijk ook heel erg vaak bij wel ingelichte kringen geweest. Ja, ging je daar mee? Opnames, ja. Nou, ik ging niet mee, maar ik studeerde dan. Dan kwamen we... Oh, dan kwam je even kijken gewoon? Ja. Oh ja. Ging wel mee naar opnames van programma. Ik ben er ook wel eens bij geweest. Ik vond dat zo'n intimiderend gezelschap. Die mannen bij elkaar. Ja? Nou ja, het was jouw vader. Ja. Ik dacht altijd van, jeetje, wie wil daar aan tafel gaan zitten zo? Dat lijkt me heel spannend met die mannen. Piet Gijs en Joop en Van Wijnen. Ik denk dat het voor mij anders was. Want ik kwam gewoon voor de gezelligheid even langs om hem te zien. Want hij was heel druk, dus dan wist ik zeker dat ik hem even... Oh, je moest het combineren met werk altijd? Nee, met... Met zijn werk? Hij was er nooit. Tenminste, hij was altijd on the run. Dus ik wist in ieder geval vrijdag altijd waar ik hem kon vinden. Mm-hmm. Dus dat is echt meer praktisch. Daar praten we zo meteen over door. Maar Flip, het is natuurlijk toch ook interessant, want je vader kwam al even voorbij, hè? Dat Joop daar niet over wilde praten. Wat was het voor gezin waar jullie uitkwamen? Nee, dat werd er wacht even. Nou nee, hij dat wilde, hij op de radio niet, daar niet over wilde vertellen. Nee, niet als hij bezig was om uit andere mensen te trekken hoe hun vader in elkaar zat. Dus dat is het. Maar hoe zat die vader in elkaar? Ik zal een tipje van de sluier oplichten. Mijn vader, onze vader moet ik uiteraard zeggen, werd op zijn 18e lid van de SDAP. En is tot zijn dood is hij driedelige pakken met vest blijven dragen. Ook toen hij voor de PSP in de gemeenteraad van Amsterdam zat, waar hij ongeveer dat rare beeld, de ouderen onder ons, die zien nog Harry van Doorn en de jonge Guy Fortman tussen de truien en spijkerbroeken bij de PPR. Nou, zo was mijn of onze vader ongeveer bij de PSP. Hij was rechter, hè? Nou, hij is jurist, is begonnen als journalist, is in de jaren 20 voor Het Volk, voor ouderen onder ons. Ja. Dat daar heel oud moet je zijn, want dat is dus het naoorlogse vrije volk dat ook al lang niet meer bestaat. Is die correspondent in Berlijn geweest in de roerige jaren, in de jaren 20. En daar is hij weggegaan, daar is hij mee opgehouden, omdat de hoofdredactie in Amsterdam aan het Hekelveld zijn stukken nauwelijks meer plaatste, waarin hij dus waarschuwde voor het opkomende nazisme. Mm-hmm. Waar hij zelf ook als Jood last van had in Berlijn, dan werd hij ongeveer van het trambalkon geduwd. Jullie eerste jaren zijn natuurlijk, de jaren van Joop en jou, gedomineerd door het feit dat jullie in het Jappenkamp zaten. Ja. Hoe oud waren jullie toen jullie erin kwamen? Ik was anderhalf en Joop 3,5 toen we erin gingen. En 4 jaar later dus eruit. Kan je daar iets van herinneren? Ja, ik kan er heel veel van herinneren, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, en dat moet je als, zeker in dit gezelschap natuurlijk altijd zijn, dat ik niet meer precies weet wat ik me echt zelf herinner en wat ik langs wat ik van horen zeggen in de loop van de jaren. Joop wat meer, de leeftijd speelt natuurlijk een ontzettend belangrijke rol. Het heeft onmiskenbaar op ons allebei een grote invloed gehad, alleen is nooit te traceren welke invloed. Als je daar ook schandelijk misbruik van gemaakt, en we hebben allebei de gewoonte ontwikkeld om, als wij iemand beledigden, wat we nog alles al. Wat wel eens voorkwam. Wat wel eens voorkwam, soms bedoeld, maar ook wel onbedoeld. En iemand schrok erg, dan riep wij: sorry, Jappenkamp. En dan was het weer over. Dat was dan een klein voordeel, zo moet ik zeggen. Ervan. Dat was een klein voordeel, mag ook wel. Mag ook misschien wel, als je de plussen en minnen op elkaar legt. Maar
Als je een educated guess zou moeten doen, en je bent erbij geweest, per slotverrekening, wat voor invloed heeft dat gehad op hem als mens of als journalist? Nou ja, dat is wat ik net zei. Je weet dat het voor invloed heeft gehad, alleen weet je niet precies welke invloed. Wat het wel heeft gehad, en ik betrek me er zelf even bij, omdat we ongeveer op dezelfde manier, denk ik, daar. Je wordt er niet. Je gaat de mensheid er niet meer door vertrouwen. En ik denk dat Joop, naast alle eigenschappen van charme en zo, die terecht genoemd zijn, toch ook een inherent wantrouwen had. Dat overigens absoluut noodzakelijk is om een goede journalist te zijn. Laten we dat ook even vaststellen. Zeker. Goede eigenschap voor een journalist. Maar in feite, maar niet alleen wantrouwen, maar ook het duurde heel lang voordat hij, ondanks alle bonhomie enzovoort, voordat hij echt, voordat iemand echt zijn vertrouwen won. Daarna was er ook absolute loyaliteit. En nou, Victor is daar natuurlijk een voorbeeld van. Maar dat werd dan altijd, die hoop kon natuurlijk nooit als een aanhankelijke hond zijn. Dus over Victor had hij die prachtige zin in een speech ooit. Mijn beste vriend van Habonim, de Zionistische Jeugdbeweging, werd later adviseur van alle opeenvolgende Israëlische regeringen. Maar dat zei hij niets, want hij was het ook van 20 andere regeringen. Dus zelfs zijn beste vriend moest toch op zijn Joops toch even nog wat geïroniseerd worden. Op zijn plek gezet worden? Op zijn plek gezet, dat zou ik niet willen zeggen. Nee. Maar een beetje ironisch benaderd worden. Ja. En dat wantrouwen, hè, tegen macht en tegen mensheid, is dat. Dat is een goede eigenschap natuurlijk, maar dat is in het persoonlijk leven misschien ook wel heel erg lastig. Nou ja, luister, er zijn 7 miljard mensen. Als je daarvan 6,9 miljard wantrouwt, dan blijft nog veel over. Ja, genoeg. Ja, ja. Dus je kan er asjes maar goed uitzoeken. Ja, dat is een kwestie van selectie. Maar je zei bijvoorbeeld, kijk, je zei net heel stellig, hij zou ongeschikt geweest zijn voor de politiek, voor de macht zelf, want hij observeerde het en wilde er buiten staan en wilde er naar kijken. Ja, dat kan ik op een hele manier kan ik dat toelichten, maar laat ik het even zonder ijdelheid op mezelf toepassen. Ik ben een aantal jaren journalist geweest, een groot aantal jaren. Ik heb ook in bedrijfsleven met de overheid gezeten. En bij onze regelmatige gesprekken, die op zichzelf van een prachtig absurdisme waren, omdat we in de verste hoek van een restaurant gingen zitten en eerst de baas van het restaurant volgen of er niemand in de buurt zat die Nederlands sprak. En dan nog ons beiden vooroverbogen om te fluisteren, want ja, het ging alleen elkaar aan. Maar bij onze samenzijns was hij elke keer weer verbijsterd om te horen dat ik mij in dat enge gezelschap van die mensen in het bedrijfsleven of van de overheid wist te handhaven. Dat was iets waar hij, als ik ergens zijn bewondering ooit door heb verworven, was het daardoor. En het was volstrekt duidelijk dat hij het daar geen dag zou uithouden. Ik bedoel, of hij het gekund zou hebben, is wat anders. Hij zou het er geen dag hebben uitgehouden. Dan zegt hij ook ergens, bij iedereen maak ik vooraf een taxatie, laat ik hem wel of niet in mijn tent. En die tent is dan de tent eigenlijk uit het kamp in Indonesië, Indië toen, Tangerang. Kan jij je dat herinneren, dat je dus iedereen moest wantrouwen? Nou, we moesten niet iedereen wantrouwen, we deden het vanzelf. Het is natuurlijk een harde leerschool. Hè? Als je dus bijna 4 jaar in je jongste jeugd, ik ga niet dramatiseren, er zijn veel ongetwijfeld hier mensen die ook eigen dingen hebben meegemaakt. Maar het legt een ongelooflijke druk op je verdere leven. Dat kan alle kanten uitgaan. En ik denk dat wij beide relatief normaal zijn gebleven. Ik bedoel, relatief, hè? Ik zie jou een beetje je wenkbrauwen optrekken. Ja? Interessant. Ja, want dat is toch wel van de kanttekening bij te maken. Nou, ik vind het niet heel normaal als je per se wantrouwend in het leven staat. Ik probeer dat juist zo min mogelijk te doen. Maar was dat zo bij Joop? Merk je dat? Ik Maar toen ging dat in jullie gezin? Als vader? Ik kan me voorstellen dat hij jullie dat ook meegaf weer als kinderen. Wees op je hoede. Ja, wat wel belangrijk is, denk ik, om dan even te melden, is dat mijn ouders al heel vroeg uit elkaar zijn gegaan. Mm-hmm. En zoals dat in die tijd was, was je ook echt bij één van de twee. In dit geval waren wij, zoals het toen ook normaal was, bij onze moeder. Ja. Dus in de praktische zin was hij niet echt aanwezig in ons leven. In de zin dat hij ons nooit naar school bracht of zoiets dergelijks.
Maar hij heeft ons wel heel veel dingen meegegeven die we ook in de eerste ronde al hebben gehoord. Noem eens wat. Ik denk dat het belangrijk is dat hij ons... Maar dat deed ik niet van ik ga je nu iets laten zien hoe het moet. Maar hij leefde ons meer voor hoe je dingen kon aanpakken. Kun je een voorbeeld geven? Ik denk dat hij ons heeft willen leren hoe je je sociaal beweegt in allerlei verschillende settings. Dat je met heel veel verschillende mensen om moet kunnen gaan. Hoe deed hij dat dan? Nou, hij leert ons bijvoorbeeld basale dingen van beleefdheid. Hè? Dus dat hij was er heel erg keen op, niet om op tijd te komen, maar wel bijvoorbeeld, hij hamerde heel erg op dat je ook namen moest onthouden, dat je netjes moest eten, dat je je moest voorstellen. Dus sociale omgangsvormen, dat is iets waar hij heel erg op hamerde. Maar dat is meer de etiketten die je nu beschrijft, hè? Ja. Maar ook een wereldbeeld wat hij op je overdroeg? Mijn opa was dus al sociaal-democraat. Hij was dat van nature, maar dus niet lid. Inderdaad, ik zat ook al nee te schudden, want dat was hij echt niet. Mm-hmm. Maar dat is wel iets wat hij aan ons heeft doorgegeven. Dus dat je sociaal moet zijn, maar niet van je moet sociaal zijn. Maar nogmaals, dat leefde hij voort. Je zei, je zag hem niet zo vaak, omdat je toch bij je moeder woont. Was het wel een betrokken vader? Zeker. Ja. In de zin dat hij wel heel erg betrokken was met hoe het ons, ging. En we hebben alle drie op het Vossius gezeten hier, het gymnasium. En dan ging hij volgens mij niet naar de 10-minuten gesprekken. Maar als er dan een interview was met een dichter of een schrijver, dan ging hij dat gesprek wel leiden. Dus in die zin was hij wel betrokken. Zij zette zijn eigen middelen daarvoor in. Was je dan trots op hem? Of vond je dat eigenlijk een beetje raar dat je dan opeens wel kwam? Op die momenten wel. Maar er zijn ook heel veel momenten geweest dat ik dacht, oh god, dit is mijn vader. Beter niet. En dat was dan vooral in onze, toen we denk ik een jaar of 11 waren en hij het hele slimme plan had opgevat om open en bloot te gaan presenteren. Oh ja? Ja. Wat herinner je daarvan? Dat wij dus, het was vrij laat en we keken er zelf niet naar. Maar dan de volgende ochtend kwamen we op school en dan kregen we vragen. Presenteert je vader ook in zijn blote lul en dat soort dingen? Dat is best wel niet zo heel fijn als je die leeftijd hebt. Dus dat was ongemakkelijk? Dat was best ongemakkelijk, ja. En heel veel mensen hebben mening over hem. En vroeger, dat kunnen onze kinderen zich niet meer helemaal voorstellen. Maar dan half Nederland keek naar die programma's. Dus iedereen had dat gezien en had dus een mening daarover. En dat, ja. Wat kreeg je verder mee van zijn werk? Vertelde hij daarover? Wat hij aan het doen was? Zeker. Wat zei hij dan bijvoorbeeld? Hij vertelde... Kijk, ik denk dat je het zo kunt zien. Dus door de week zagen we vrij weinig. En om het weekend of iets dergelijks. In ieder geval als hij niet moest werken. Maar... In de vakanties, dan had hij echt heel veel tijd voor ons. En dan, los van dat hij niet heel makkelijk van zijn werk loskwam, dus we sowieso in de praktische zin nog wel aan zijn werk herinnerd werden, vertelde hij dan natuurlijk ook verhalen. En we gingen, toen we ouder waren, ook vaak uit eten. En dan vertelde hij ook verhalen over mensen die hij interviewde. Had dat ongelooflijk veel leuke verhalen. Dus daar informeerde hij ons zeker over. Misschien een kleine aanvulling, want die is heel essentieel natuurlijk om Joop te kennen. Hij, in eigen kring, dus eigen familie, zei hij alles, wetend dat het niet verder kwam. Wij waren een gesloten blok. Dus ik bedoel, het kwam niet, hij kon alles vertellen. Ja. Dus je hoort nog wel eens wat? Ja. Ja? En in welke richting ging dat dan bijvoorbeeld? Ja, in de richtingen die later allemaal gepubliceerd werden natuurlijk. En die bekend zijn, dat kon alle richtingen uit. Maar ook persoonlijke natuurlijk. Ook persoonlijke. Ja. Verbaas je dat? Nee, ik ben gewoon benieuwd. Ik was er niet bij, dus ik wil weten hoe het was. Nee, dat klopt. Ja? Het is jammer dat jouw programma Kijken in de Ziel nog niet bestond. Ik weet het niet. Ja. Ja. Maar hij gaf dingen mee, maar bijvoorbeeld dat wantrouwen niet, zeg je nadrukkelijk. Nou, dat gaf hij dus wel mee, maar dat heb ik niet. Dat heb ik zelf niet internaliseerd. Nee. Maar hij gaf ook heel veel hele leuke dingen mee. Hij heeft een ontzettende fascinatie voor sport. En dat heeft hij ons ook meegegeven. En dat geven wij ook weer mee aan onze kinderen. Dus mijn zus en ik die waren de enige meisjes die op schaken zaten. En we gingen al vanaf heel klein mee naar Ajax. En
wielrennen en zo. Dus dan nam hij dingen, de handtekeningen mee van Johan Cruijff. Dus ja, je had er ook wel profijt van natuurlijk. Ja. Want dat soort mensen kenden die natuurlijk ook heel goed. Was dat ook vriendschap met mensen als Cruijff en zo? Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Want? Ja, dat weet ik niet. Oh, nou... Ja, hij had er in ieder geval een heel bijzonder gevoel bij, maar ik weet niet hoe wederzijds dat was. Ja. Weet jij dat, Flip? Ja, ik denk dat met Cruijff vriendschap was. Met politici was per definitie geen vriendschap. Dat ging heel ver de elkaar goed kennen. Maar vriendschap was uitgesloten, want dan verloor hij zijn vrijheid om erover te spreken. Maar zijn werk ging dus voor alles, is de conclusie. Kijk, en met Van Acht, die net hier geciteerd is, had die merkwaardige band, die net geen vriendschap was. Maar die, Job heb ik altijd een beetje genoemd, de biechtvader van de katholieke politici. Want Steenkamp en Van Acht, die aten uit zijn, wat dan ook. Hand, ja. Maar de vriendschap met Dries was... gestoeld op wielrennen. Die voorliefde voor sport. En daar weet Max alles van. Want als Van Acht in Den Haag moest zijn, dan was hij de wielronde van Vught aan het openen met Joop aan zijn zijde. Boksmeer. Het criterium van Boksmeer, dat was het, ja. Maar de vriendschap met politici was eigenlijk... Ed van Tijn is een grensgeval. En als je vrienden met Joop was, hè, wat betekende dat dan? Ja, dat is wat ik net probeerde te zeggen. Dan was het ook absolute loyaliteit. En dan moest je... Ja, je kon het zo bond maken dat je dat weer kreeg. Over het wantrouwen en die strengheid die ik straks waar ik het over had... dat moet je toch een beetje relativeren... omdat hij toch alles altijd verpakte in ironie en in relativering. Dus het kwam nooit hard aan. Dat weet ik niet, want er zijn natuurlijk best wel veel mensen die Joop tot op de dag van vandaag dingen nadragen. Dus ik denk dat het wel harder aankwam dan hij misschien zelf dacht. Ja, ik denk dat dat een hele goede formulering is. Dan hij zelf dacht, maar dan was hij daar niet veel te slim voor? Wist ook precies wat hij deed? Nu betreden we gevaarlijk terrein. Speculatie, van de koude grond. Maar... Ja, en bovendien kom ik nu ook in de pastorale contraille terecht. Want ik denk dat het antwoord op jouw vraag is dat Joop ervan overtuigd was... dat ook als hij dingen deed die voor mensen niet leuk waren... dat het, sorry, voor hun bestwil was. Of voor het bestwil van de goede zaak. Of dat nou Vrij Nederland was of een andere, maar... dat ging natuurlijk boven alles, de goede zaak. Ook voor zichzelf, want hij heeft natuurlijk volstrekte roofbouw op zichzelf gepleegd. Zag je dat ook gebeuren? Nou... Ja. Maar ik bedoel, kijk, het is toch een volle maans gezicht altijd gebleven. Toch, Judith? Nou ja, ik... Dit is een foto uit 1985, hè? Ja. Die laatste jaren. En er werd net even gesproken over het einde van... Van Bert Nienhuis, overigens. Van Bert, ja. Dat even gezegd worden. Er werd gesproken net over het einde van Wel Ingelichte Kringen. Dat was een paar maanden voor zijn dood. En dat heeft er heel diep bij hem ingehakt. Omdat hij zich daarin verraden voelde. En dat is nou juist iets wat na Jappenkamp niet meer kon. Hè? Verraden door het leven dat hij doodging? Nee, want dat staat los van elkaar. Ik zag ook niet dat hij daar dood is gegaan. Want hij is dood gegaan, want hij ineens te horen kreeg dat hij een vergevorderde kanker had. Maar hij is verraden door, in zijn ogen, door, maar dat kunnen mijn vorige sprekers beter zeggen. Door de VPRO, die ineens dat van het programma af wilde. En die allerlei rare dingen over hem de lucht instuurde. Maar ik heb ook wel eens mensen horen zeggen dat aan het einde van zijn leven... misschien wel onder invloed van wat hem overkwam qua gezondheid... dat die spoken uit het verleden ook heeft wakker gemaakt bij hem. Zou dat kunnen? Dat wantrouwen... Waar die mee begonnen was als jongetje, dat... Ja, dan ga je nog verder in... Nou ja, maar we hebben het er nu toch over. Psychologie. Ja, ik zei al, je bent je programma te laat begonnen, maar... Ik denk dat die ziekte, die er al veel langer was dan hij dacht... maar niet, dat die wel invloed heeft gehad, zoals iemand die zich fysiek niet goed voelt... natuurlijk ook daar de kenmerken van heeft.
Maar tegelijkertijd gingen in dat jaar een aantal dingen in zijn werk, zijn verschillende werkzaamheden, niet goed. Ik denk dat dat Nederlands, bij de gelichte kringen. Ja. Ja. Misschien mag ik daar wel iets over opmerken. Toen zeker, hij dood ging, ik denk dat er 2 weken van tevoren een artikel ergens in kwam. Toen heeft hij echt ongelooflijk veel post gekregen. En toen hij eenmaal dood was, hebben wij ook nog ongelooflijk veel post gekregen van mensen. Ja. Waar hij, wisten wij ook allemaal niet voor, waar hij heel veel dingen voor heeft gedaan. En dat we ook dachten dat hij daar allemaal tijd voor had. Dus wat dat betreft... Het was een verrassing voor jullie. Ja. Ja. Nou, we wisten wel dat hij heel betrokken was, sociaal betrokken was, maar niet dat hij zoveel dingen had gedaan. Misschien als laatste wil ik nog een citaat van hemzelf voorleggen. Mag ik even helpen? Ik ben heel blij dat jullie dit zegt, want het is inderdaad als het beeld zou ontstaan na zijn dood, dat hij als een soort Isegrim in zijn laatste jaar rondliep, is natuurlijk echt volslagen flauwekul. En het aantal mensen dat voor wie hij dierbaar was, is een veelvoud van het omgekeerde altijd geweest. Dat zeg ik niet als chauvinistisch boer, maar dat is gewoon een objectief feit. Mm-hmm. Dan roep je toch de vraag op, natuurlijk, als je dit zegt, waar kwam dan die ontzettende woede van andere mensen over hem vandaan? Ja, het politieke antwoord is natuurlijk, dat moeten de andere mensen vragen. Zeker. Ik weet het niet. Misschien werden er een paar dingen samengebouwd. Er waren natuurlijk ook veel mensen jaloers op Joop. Dat is ook een factor. Je kunt 20 dingen noemen. Daar zou je een aparte avond, denk ik, over moeten beleggen. Maar wat ik alleen al probeer te zeggen is dat toch een minderheid is geweest. En dat is wat jullie terecht ook... Met die echt gigantische stapels post. Die ik kan me zo goed voorstellen dat het ook heel vervelend is als het over je vader gaat en over je broer. He? Als mensen... Ja, we hebben wel ervaren dat heel weinig mensen in die tijd die kant inderdaad ook hebben gezien. Die kant hebben gezien? Die kant hebben gezien dat het misschien voor ons als relatieve buitenstaander een vrij vervelende periode is geweest. Uh-huh. Ons werden allemaal dingen kwalijk genomen terwijl we daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hadden. Maar... Omdat je de dochter was van iemand waar mensen boos op waren? Ja. Serieus? Ja. Dat gaat wel vrij ver natuurlijk. Dat is toch wel zeer irrationeel, zou ik maar zeggen. Nou, laat ik het zo zeggen dat het fijn was dat we ook de hele boel stapels post kregen van mensen die heel blij waren met hem. Ja, en als jij dan afvraagt waar kwam dan die woede of mijn vader vandaan, wat is daar jouw analyse van? Want kennelijk heb je dat dus heel erg gevoeld, dat die er was. Ja, maar dat breng je zelf ook een keer, elke keer ter tafel. Dat was er. En ja. En ja, waar dat vandaan kwam, ja, ik denk ook hoge bomen vangen veel wind. En ja, hij heeft veel dingen bereikt en dat wekt misschien afgunst, ik weet het niet. Maar ja. Hij heeft dus ook heel veel dingen in stilte gedaan. En dat, dat is heel duidelijk dat je dat zegt. Ja, dat is ook zo. Laatste citaat wat ik jou nog even voor wil leggen van hem hierover. Want jij bent ontzettend... Je spreekt heel goed over je vader, je bent al heel erg mild over. Maar hij schreef dan zelf, wat is vrije tijd? Voor een journalist is dat eigenlijk een krankzinnig begrip. Zelfs op een verjaardagsfeest ben je nog journalist. Volledig opgaan in je vak, monomaan journalist zijn, dwars door alles heen. Ja, dat is het. Maar dat zei ik ook, hè? Ja. Want ik ging opzoeken op zijn werk. Dus ja. Omdat ik dan zeker wist dat ik hem kon zien. Maar dat vond je ook wel mooi? Ja. Ik wist ook niet anders. Nee. Dus hij had op zichzelf wel heel leuk werk natuurlijk. Want je neemt het niet kwalijk, heb ik het idee. Op een gegeven moment... Nou, dan moet ik wel zeggen dat de stapels op een gegeven moment zo hoog waren... dat je dan wel denkt, daar had hij dus wel allemaal tijd voor. Nou ja, bijvoorbeeld. Dat is wel opvallend. Maar goed, maar 20 jaar later, waar we hier toch zitten... Zeker. Zie je dat toch vooral als iets heel moois. Een mooie eigenschap. Oké. Okay. Dank jullie wel. Toch, jullie mag ik nog even? Laatste woord. Zeker. Het is toch niet helemaal waar, hè? Joop... Nee, hij was niet altijd zo. Joop, en dat kunnen veel mensen denk ik hier beamen, die had natuurlijk een krankzinnig, die werkte, of die was 20 uur per dag bezig, laat ik het zo zeggen, of het allemaal werken was. Maar als het iemand in zijn naastomgeving voor wie hij wel mooie gevoelens had, als het die slecht ging, dan ging hij daar naartoe. En dan was hij geen journalist, dat was gewoon... Ik heb ook wel eens, dat klinkt op deze dag misschien wat naar Frans, maar het was de ideale stervensbegeleider. Het was inderdaad zo dat mensen ook wel zeiden, God gaat het zo slecht met me, want Joop komt. Ja, was dat zo? Ja. Hij hield ook van begrafenissen, hè? Is het zo? Ja, ik hoorde dat hij, ik bedoel, als hij,
als een collega van hem, als daar een buurman van overleed, dan kon het best als het zijn agenda paste dat hij daar naartoe gaat. Ja, maar dat is respect dus. En ook dingen doen die niet per se bedoeld zijn voor de buren, maar gewoon omdat hij oprecht voelde dat die buurman voor die collega belangrijk was. Dat denk ik oprecht. Ja? Dan weet hij, dat is een mooi eigenschap. Absoluut. Dank u wel. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Ja, we willen het ook over de huidige journalistiek hebben in die zin. Ik wilde graag aan Antoinette Schilderman, Mark Josten en Tom-Jan Mees vragen of ze hier op deze gele stoelen zouden willen komen zitten. Kun jij zelf bij het water of wil je misschien wijn? Nee, ik wil het. Hier is nog een glas. Deze is al uit, denk ik. Ja. Ja. Want misschien is het nog. Dat doen we eigenlijk terwijl we met jullie gaan praten. Ik kan het meteen zeggen. Antoinette Schilderman, die kent u natuurlijk als interviewer. Onder meer voor Volkskrant Magazine. Mark Jost is hoofdredacteur bij de Human. Ja. Human. En is onder meer de geestelijk vader van Media Logica. Ja. Ik zeg geen woord te veel, toch? Nee, ik zeg geen woord te veel. En ik heb lang met Joop gewerkt. Ja, precies. Ja. En Tom-Jan Mees maakt elke week, vind ik zelf, een hele mooi stuk in de NRC, waar die laat zien wat er zich allemaal afspeelt in de wandelgang in Den Haag. Eigenlijk de dingen die Joop niet vertelde, schrijf jij op, hè? Ik zou het die bij zeggen. Zichzelf hield, zeg maar. Nee, maar even omdat ik ben begonnen in de journalistiek. Ik ging naar de school van journalistiek begin jaren 80. Mijn jaargenoot was Joost Oranje, die nu hoofdredacteur is van Nieuwsuur. Wij waren zo bezeten van de stukken van Joop van Tijn. Dit is niet om te slijmen, maar omdat het zo was, dat wij op woensdagochtend de advertentie in de Volkskrant van Vrij Nederland bekeken. En als we dan zagen dat er iets stond waarvan dat wij moesten weten, wisten we, de volgende dag komt die in het bandje. Dat duurde te lang. Dan gingen wij naar het station in Utrecht om hem alvast te lezen. En wat was er zo goed aan die stukken dan? Je moest het gelezen hebben, dat was het. Dus deze man, ik heb hem nooit gekend, heeft een enorme invloed gehad op een hele generatie journalist. Op jou ook? Absoluut. Op de manier waarop je schrijft ook? Nee. De manier waarop je werk doet? Het was gewoon de manier waarop hij de politiek kon schetsen. En dat was de combinatie van de kleine anekdote, ingebed om het grote verhaal te vertellen. Het persoonlijke en het zakelijke vermengd. Daar was hij een meester in. Wat dat betreft was het ook, geloof ik. Ik was jong, ik las niet alles. Maar voor mij was dat vernieuwend en sturend voor hoe ik over journalistiek ben gaan denken. We hebben jou gevraagd om naar een paar interviews te kijken. Ja. Onder andere uit de Meester op het Floret, uit het boek. Ja. Jij maakt ze zelf ook, geschreven interviews. Wat valt je daarin op? Wat me vooral opvalt is dat je als lezer, ik denk dat we tegenwoordig in een interview heel erg proberen de lezer erin gelijk in te trekken. Omdat mensen veel minder leestijd hebben, denk ik, dan vroeger. Er is ook ontzettend veel aanbod. En ik merk als ik zelf een interview schrijf, dat ik probeer zeker in de eerste paar alinea's te zorgen dat de lezer denkt, daar heb ik wel zin om te gaan. Ik kijk zelf, scan ook altijd zelf, behalve op de naam wie het interview gemaakt heeft. Sommige mensen lees ik altijd. Is niet goed? Ja. Probeer ik altijd wel in het begin zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat je denkt, deze persoon wil ik wel meer over. Het lekkers vooraan. Het lekkers vooraan. In elk geval een lokkertje. Dat je denkt, kom maar even mee mijn verhaal in. En ik had in deze interviews wel een beetje het gevoel van, je mag blij wezen dat je erbij mag zijn. Als lezer. Als lezer. Mm-hmm. En er wordt ook best wel voorkennis verondersteld. Nou is het natuurlijk wel moeilijk om een interview met Van Acht of Hermans nu nog helemaal te lezen, precies te begrijpen waar het over gaat. Zeker, ik ben 42, ik heb dat niet allemaal helemaal meegemaakt. Maar ik denk wel dat we tegenwoordig meer moeite doen om een lezer er echt bij te betrekken. Dat ze zijn ook heel lang, die interviews. Ze zijn heel lang en daar ben ik natuurlijk hartstikke jaloers op. Want tegenwoordig moet het kort, kort, kort. Terwijl ik vind als een interview echt goed is, dan lees ik graag lang. Ik bedoel, ik denk, wat zullen ze zijn geweest? 6.500 woorden? Ja, zoiets was het wel. Ja, ja. Wat schrijf jij aan lengte? Nou, ik ben echt te lang. Ik kan heel slecht kort schrijven. Dus het liefst zou ik 4.500 schrijven. Dat is echt bijna niet meer mogelijk. Dus
Toevallig, Volkskrant Magazine heeft als standaard 2500. Dat haal ik nooit, dat wordt altijd wel 3000. En nu is de standaard, heb ik net gehoord, opgerekt tot 3500 weer. En daar ben ik dus dolblij. Want ik vind dat heel veel gesprekken het waard zijn. Hoeft niet altijd, hè? Niet elke. Maar goed, jij zegt inderdaad, ze zijn wat lang. En als ik ze lees, dan vind ik ze soms ook wat lang. En had jij het gevoel, ook wat je zei, het is al een beetje voor jouw tijd, hè, van acht en al die mensen. Bracht hij ze voor jou dichtbij via die stukken? Kon je ze aanraken als je het las? Nou, niet altijd, nee. Nee? Nee, soms vond ik het wat afstandelijk. Maar dat is meer omdat het voorkennis veronderstelt die ik in ieder geval nu dan niet heb. Misschien toen wel, in die tijd. Zij trok jou niet zijn verhaal in? Nee, maar ik denk ook dat hij dat helemaal niet nodig had. Omdat hij Joop van Tijn was en dus wilde je zijn verhaal, wilde je het wel lezen, denk ik. Ik bedoel, wat jullie ook allemaal schetsen hier, Vrij Nederland kwam. En er stond een interview van Joop van Tijn in. Daar zat je dus al op te wachten. Zoals mijn moeder bijvoorbeeld altijd zat te wachten omdat Vrij Nederland kwam, omdat Bibeb erin stond. En daar ben ik dan iets meer mee opgegroeid, omdat ik dat ook ging lezen en zo. Maar het zijn dus stukken die vandaag niet meer zo in de krant zouden kunnen. Nou ja, sommige wel, want ik heb geweldige. Ja, ik heb bijvoorbeeld. Hij heeft een interview met Rinus Michels. Ja. Nou, ik ben ook gek op het interviewen van oudere voetbaltrainers. En dit ga ik dus zeker aan iemand voorleggen als ik weer een oude voetbaltrainer ga interviewen. Zijn voetballers eigenlijk dom, vraagt hij. Dat vind ik dus een hele goede vraag, een hele goede, leuke vraag. En dan zegt Michels ook nog, die geeft ook nog antwoord tegenwoordig. Zou natuurlijk zo'n voetbaltrainer altijd daar heel snel op weg gaan. Vraag niet begrijpen. Ja, zogenaamd niet begrijpen. In ieder geval ze geen antwoord hoeven te geven, je kent het wel. Maar dan zegt hij van, ze zijn niet bijzonder intelligent en niet bijzonder dom. Maar het intelligentiepeil is in het algemeen niet hoog. En dan gaat het even verder en dan zegt Michels ook nog van hoe intelligenter, des te ongeschikter voor voetbal. Ja, nou ja, je weet nu zeker, als iemand dat al tegen je gezegd dat heeft, een enorme rel. Dan krijg je daar in de afhandeling, die weet ik niet, daar ben ik benieuwd naar, was hij er toen ook, daar krijg je ruzie over, want dat moet er dan natuurlijk weer uit. En dan zegt hij ook nog, maar vooral Kik Smit was verder zonder meer dom. Die kon buiten voetbal niks, maar dat zegt niks. Maar goed, nou ja, dat vind ik dus heel leuk. Dus ik verheug me al dat ik dit een keer kan voorleggen aan een voetbaltrainer of zo. Dus er staan heel veel hele smakelijke dingen in. Maar omdat het zo lang is. Ja, tegenwoordig moet je, omdat je ook korter de ruimte hebt, wat sneller soms schrijven, denk ik. En je moet meer doen om je lezer erin te trekken. Waar moet je om lachen, Mark? Nee, ik herken heel veel van Joop hierin. Maar even eerlijk is eerlijk, ik ken hem natuurlijk veel meer als hoofdredacteur. Want ik heb hem als hoofdredacteur meegemaakt. En toen schreef hij al veel en veel minder. Maar nou ja, voor die tijd, en dat is wel aardig om jouw perspectief te horen. Voor die tijd was Joop al een soort koning van de toegankelijkheid. Als wij echt gesprekken met hem hadden, dan ging het er vaak over. Was zijn verwijt dat onze stukken niet lekker genoeg waren. Oh ja. Er moest meer lekkerheid in. Dus als jij zegt, van nou, dat valt door de bril van nu te zien, valt dat tegen. Dan is dat dus eigenlijk, denk ik, een soort stijgende lijn in de behoefte naar lekker. Ja, die is er absoluut. Ik bedoel, dat hoef ik niet te ontkennen. Maar ik vind wel, overigens in de reportages, dat anders is. Daar is veel meer sfeer. Maar is het niet zo dat je. Kijk, Vrij Nederland is onder andere beroemd geworden vanwege die interviews. Bibeb heeft daar, maar ook Fontijn en veel anderen, maar hebben een grote rol in gespeeld. Dat was een gedeelte van een succes. Dat er toegankelijk gesprekken gevoerd werden met mensen die aan de macht waren, of die bekend waren. Of die, is dat niet langzamerhand alles overheersend geworden in de pers? Zeg maar dat het succes doorgeslagen is? Ja, ik denk dat Vrij Nederland misschien. Aan twee ontwikkelingen hebben ze voorgelopen. Mm-hmm. De ene was die extreme toegankelijkheid. Maar de andere kant, die is ook wel interessant, is de onderzoeksjournalistiek in Nederland. Op dit moment ligt die vooral bij de dagbladen, soms bij televisierubrieken. Maar in die tijd was Vrij Nederland er ook toonaangevend in. En die combinatie, die maakt het ook, ik heb het eerder horen vertellen, maakt het blad in de jaren 70 en 80 onverslaanbaar. De combinatie van lekker en onderzoek. Ja. 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 Wat leerde je eigenlijk van hem? Het allerbelangrijkste wat ik van Joop heb geleerd is steeds een goede invalshoek bedenken. Ah ja. En dat vind ik nog steeds, bij heel veel verhalen, is de focus van het verhaal is
zo cruciaal. Ik kan één voorbeeld geven. Jury die noemde in het begin van de avond, volgens mij had jij Joop leren kennen rondom de val van de muur. Het moment dat ik bij Joop echt zijn bijzonderheid leerde kennen was vlak daarvoor. Je kunt je herinneren dat voor die muur viel was bij Hongarije, daar was een prikkeldraad en die was doorgeknipt. En daar kwamen mensen door, eerst Hongaren, maar later ook mensen uit Oost-Duitsland, de DDR. En daar wilden we al verhalen over maken. Hele discussies, want we hebben het nog helemaal niet over hebben gehad. Dat waren af en toe de veldslagen op de redactievergaderingen van VN, ook heel leuk. Maar een van die veldslagen ging over het feit van ga je dat doen of ga je dat niet doen. En ik wilde dat dolgraag doen. En Joop die steunde me daarin, maar één voorwaarde, er moest een geweldige invalshoek bij zijn. En Joop kwam ook met het hele goede idee. Hij zei, ik wil helemaal niet dat verhaal van al die mensen die door die doorgeknipte draad heen gaan. Ik wil van jou het verhaal van de mensen die blijven. Dat is de minderheid, maar dat vind ik veel interessanter. En dat heeft voor een bizarre reis gezorgd. Maar B, ook wel voor een van de verhalen waar ik, als ik terugkijk, nog wel behoorlijk trots op ben. Dankzij Joop. En die andere invalshoek. En dat heb ik altijd ook bij me gehouden. Ik ben nu zelf een soort klein Joopje. En dan merk ik dat ik de hele tijd met mensen bezig ben. Wat is je invalshoek? Hoe hou je het scherp? Ontbreekt het daar vaak aan? Nou, het is wel. Nederlandse journalistiek nu? Ja, weet je, het punt is, je loopt dan de neiging zelf. Joop zal het vast van mij gezegd hebben destijds. En dat ik dat nu weer ga zeggen van een nieuwe generatie. Waarbij gezegd moet die nieuwe generatie erg goed opgeleid. Ik bedoel, die opleidingen zijn echt enorm in kwaliteit gestegen. Maar het permanent focussen op goede invalshoeken. Goed en toegankelijk schrijven. Nou ja, daar zou nog steeds een Joop heel erg bij nodig zijn. En die combinatie wat jij net noemde vind ik heel interessant. Waar je zegt lekker en onderzoek. Ja. Die zie je weinig. Het is of het een of het ander. Ja. Nou, dat is ook ontzettend lastig. Mag ik één voorbeeld nog noemen? Dit is een dilemma waar ik ook met Joop. Ik heb met Joop ook echt af en toe flinke ruzies gehad. Inhoudelijk kon het echt. Kon het mes op tafel. Ik weet nog één ding, dat ging over een verhaal over Europa, het verdrag van Maastricht. Mm-hmm. Joop had echt een ontzettende hekel aan al die Europese verhalen, want hij vond het bureaucratische shit, hij kende de mensen niet, hij vond dat niet lekker. En ik moest maar zeggen van ja, het zijn er misschien hele saaie mensen, maar het is wel een heel belangrijk. Het doet er wel toe. Ja. Het doet er wel toe. Nou, uiteindelijk, uit die ruzie is veel moois ontstaan, maar het waren wel ruzies. Maar je zegt dus dat mes op tafel, dat ruzie, dat was belangrijk voor de kwaliteit. Ja, ook, want ik weet nog, ik heb toen echt op het punt gestaan om een ontslag in te dienen. Hij wilde echt een verhaal, dat wilde hij uiteindelijk niet. En ik vond dat, ja, ik vond dat heel belangrijk en ik was jong en heel ambitieus en waarschijnlijk nog veel principieel. En hoe is het afgelopen? Hoe is het afgelopen? Nou, er is een soort compromis uitgekomen. De helft heeft gepubliceerd. Ik heb het wat lekkerder gemaakt. Ja. En het is wel gepubliceerd. En ik was er wel uiteindelijk ook heel trots op. Want uiteindelijk was het ook de opening van Newsnight en van een aantal aanzienlijke kranten in Europa. Dus het resultaat was goed. Je noemde net Cruijff. Joop leek een beetje op Cruijff. Cruijff heeft ooit de stelling gehad dat er kunnen nooit echt mooie dingen ontstaan zonder wrijving, zonder ruzie. En Joop heeft echt, daarom begrijp ik ook dat er ook nogal wat mensen zijn die hem wat nadragen. Joop ging het conflict niet uit de weg. Maar dat komt dus de goede journalistiek ten goede. Net zoals dat wantrouwen. Doe je dat ook nog? Ja, nog steeds. En ik heb Joop ook wel eens vervloekt. Maar ik kan me nu voorstellen waarom mensen mij vervloeken. Want ik heb heel veel dingen van Joop overgenomen. Ik herken Joop in dingen die ik nu doe. En dat heb ik toen nooit gezien. Want dat medialogica wat jij maakt voor de human, dat is natuurlijk ook kijken naar de wereld zoals Joop dat deed. Niets is wat het lijkt. Ja. Het is, er zit altijd iets achter. Ja. Nou ja, kijk, en er komt natuurlijk wel bij, de tijd is echt veranderd. Er zijn, we hebben op dit moment hebben wij gesprekken over Rinus Michels. Nou, het is ondenkbaar dat je op dit moment de Rinus Michels überhaupt zo kunt interviewen als Joop. Daar zitten 10 voorlichters bij, 100 afspraken. Het wordt helemaal dichtgetimmerd. En autoriseren, zei je net ook, krijg je last mee. Ik vraag me dat wel af trouwens, wat je zegt, van of dat niet zou kunnen. Ik denk dat het wel zou kunnen. Waarom gebeurt het dan niet? Ik denk dat ik best dik advocaat zou kunnen spreken zonder dat de voorlichter van de KNVB erbij zit, hoor. Dat is nu de bondscoach.
Dus ik denk dat het best zou kunnen. Dat zou wel kunnen, maar het gebeurt weinig. Want dit is natuurlijk wel vaak de realiteit. Dus ligt het aan de luiheid van de journalist dan? Of is dat gewoonte geworden? Of is dat... Nou, ik denk dat voor de eindejaarsnummers die eraan komen... dat heel veel mensen nu al bezig zijn om te kijken... of ze een interview met Dick Advocaat kunnen doen. Dus ik denk dat dat wel... Die is nog maar kort bondscoach. Ik heb zelf Leo Beenhakker een keer geïnterviewd. Toen was hij overigens niet meer actief. Maar toen mocht ik gewoon bij hem thuiskomen. Er zaten geen voorlichters bij. Het ligt ook wel een beetje aan de... Het is ook wel per persoon. En zeker die wat oudere mannen uit de voetbalwereld. Die laten je gewoon binnen zonder... Tom-Jan, kan dat in Den Haag nog? Zo werken zoals Joop van Tijn dat deed? Zonder voorlichters en... Nou, weet je... Kijk, in Den Haag is wat dat betreft ja, helaas een paar stappen verder. Ik vind zelf dat het politieke interview... niet interessant is. Want omdat het zo voorgeprogrammeerd is. Hè, ze hebben allemaal, het is allemaal heel bekend wat ik nu ga vertellen, ze hebben message control, ze weten van tevoren wat ze willen vertellen. En de kans dat ze daarvan afwijken, ook als je heel knap bent. Message control, dat klinkt als een soort besturingssysteem voor auto's. Nee, je zorgt ervoor dat je eigenlijk altijd... We weten dit allemaal, als Pechtold op televisie komt, valt meteen het woord onderwijs. Als Rommer op televisie komt, sociaal, Wilders, islam. Dit zit in het hoofd van die mensen en dat draaien ze af. Dat is hun message. Ja, maar even om het af te maken, dat is hun message en die controleren ze. Dit is een heel bekend reclameprincipe, dus niks bijzonders. Mm-hmm. Om die reden zijn interviews niet zo heel interessant meer met politici. Als je goed oplet, worden ze ook steeds minder gemaakt in kranten. Dus... Voor ons zijn, of voor mij nu, zijn andere vormen veel interessanter. Dus ja, wat ik eigenlijk doe, is de hele dag een beetje ouwe hoeren. En dan kan je ook veel gemakkelijker langs alle formele kanalen. Ja, dus dit is niet spectaculair, sorry, maar dit is de werkelijkheid. Zijn er ook nog mensen zoals je ook? Is dat gewoon een boek dat dicht is? Je bedoelt de mensen die... Kijk... je bedoelt de mensen die permanent interviewen... Ja, maar ook, hij was natuurlijk ook een soort grand seigneur. Hè? Ik bedoel, het was bijna een eer als die je kwam interviewen. Oh, maar weet je, kijk... in de tijd van Joop en Max overigens, want die deden het samen... Mm-hmm. Was de geschreven journalistiek, het geschreven woord, was dominant. Meer dan televisie en radio? Ja, kijk... tegen geschreven journalisten wilden politici echt praten... De televisie, je had... toen ik begon had je Lubbers, die was premier. Die gaf persconferenties. Dat was, en daar stond de camera bij. Er was geen touw aan vast te knopen. En die man kon het geen reuk schelen. Dat niemand dat begreep. Dus tegenwoordig is elke politicus... die is geschoold in de one-liner. Dat is standaard voor ze. Dus de kans dat iemand uit de geschreven journalistiek... nog die rol kan vervullen... zoals Joop die en met Max die toen vervulde... Ja, die is verdwenen. Het is nu de televisie die de baas is. Ja, ik kan er één ding aan toevoegen. Het gaat even met de psychologie van Joop te maken. Mm-hmm. Kijk, de tijd is ernstig veranderd. Maar ik denk wel dat een Joop-achtig figuur... die zou nu zijn focus verlegd hebben. En waar Joop een enorm gevoel voor had... dat was de pijn bij mensen. Hij wist daar enorm snel toe door te dringen. Ook de pijn in dossiers. Dus hij met zijn gevoel voor psychologie en invalshoeken... hij had vast, als hij... tijd van leven had gehad, had hij zichzelf helemaal opnieuw uitgevonden en was hij ook op hoge leeftijd denk ik nog een belangrijk journalist geweest. Maar wat ook wel een beetje zo is, jij vraagt over of je nog politici kan interviewen zonder voorlichters. Ik heb in vorig jaar december Lodewijk Asscher geïnterviewd, die toen nog vicepremier was, nu nog steeds trouwens. En daar zat een voorlichter bij, die trouwens helemaal niet heel hinderlijk aanwezig was. Mm. Ik bedoel, behalve dat hij echt vlak naast me zat, want we zaten aan een klein tafeltje. Maar zeg maar, die was niet hinderlijk in het gesprek aanwezig. Sterker nog, die vulde ook nog wel eens wat aan waar ik wat aan had. Maar ook al zat hij er niet, tegenwoordig zijn die politici natuurlijk zo gemediatraind. Die weten ook zonder die voorlichter die erbij zit. Want dat vind ik dan wel frappant. Dan denk ik, volgens mij kan hij prima vertellen wat hij zelf wil, zonder dat die voorlichter er per se tegenover hoeft te zitten. Maar goed, prima, als je dat fijn vindt, daar ontkom je niet meer aan. Maar ze zijn dus zo gemediatraind. Plus je stuurt altijd de tekst nog die dan nog weer nagekeken mag worden. En dan, daar vecht je nog een rondje over. Maar dat is natuurlijk ook een heel groot verschil, denk ik. Ik denk dat je dat toen natuurlijk nog helemaal niet zo had, dat die politici zo gemediatraind waren. Maar ook niet zo plat getreden, nee, ook niet zo menig getraind. Absoluut. Nee, dus, ze waren ook niet zo vaak geïnterviewd natuurlijk. Nee. Kijk, ze leven ook in een beeldcultuur. Dat is ook echt heel erg veranderd. Ik vind het mooiste voorbeeld hier dit. Iedereen kent van de Tweede Kamer die roltrap die naar beneden gaat.
Hè? En elk beginnend Kamerlid krijgt van zijn fractievoorzitter of zijn hoofdvoorlichting te horen: die roltrap moet je nooit afgaan. Waarom niet? Nou, dan staan die jongens van de NOS, die staan daar met hun camera en die nemen dat op. En zodra jij een keer negatief in het nieuws bent, gebruiken ze die beelden en dan daal jij af. En dus elke Kamer, nee, maar dit is gewoon, dit is daily reality, dagelijkse praktijk in de Tweede Kamer geworden. Dus bovendien is dat ding een fuik natuurlijk, want je kan die roltrap niet af. Dus je moet een tijd lang antwoord blijven geven als je daarvoor... Ook dat. Ja. Maar goed, het gaat ook gewoon om het idee dat je beeld, dat het in het archief zit. Ja. Dus dat begint het mee, dat je dat moet voorkomen. Geen nare beelden in het archief. Nee, maar goed, zo ver is de beeldcultuur al doorgekomen. En waar Victor Holbers dat net op wees, hè? Dat hij als zeer actief een politiek mens, hè? En later ook kroonlid van de SER en zo, dat je dus dingen kon bespreken met een zeer bekend journalist die zeker niet in de krant kwamen. Ja, hoe luister jij daarna? Ik doe dat anders, ik doe het zo. Ik zeg tegen iemand, als je niet wilt dat ik jou gebruik, dat ik jouw materiaal gebruik. Dan doe ik dat alleen als het echt geheim is. Want het is altijd mogelijk dat ik het van een ander ook hoor. Mm-hmm. Dus mijn vorm is iets anders. Ik zeg, je mag me alles vertellen en ik zweer je dat niet zal duidelijk zijn dat het van jou maar komt. Maar ik citeert ook bijna nooit mensen. Ik citeer bijna nooit. Nee. Maar ik zeg niets, ik zal het niet gebruiken. En als ik een bevestiging elders vind, dat weten mijn gesprekspartners allemaal. Dat maak ik expliciet duidelijk. Dan gebruik ik het. Dus geheimen bewaren omdat ze willen dat ze. Dat doe ik niet. Daar doe ik niet aan mee. Nee. En is dat. Want dat andere is een onverstandig soort. Nee, weet je, ik kan niet beoordelen wat hij bewaard heeft. Dus dat vind ik moeilijk zeggen. Ja, weet je, kijk. Ik had laatst met een politicus. Ik kan niet zeggen wie het is. Maar daar ging. Nee, maar dat is wel belangrijk om te begrijpen. In zijn partij gingen mails rond over zijn particuliere financiën. Die werden mij doorgestuurd, geanonimiseerd. Dus ik kon niet beoordelen waar het vandaan kwam. Ik moet wel zeggen, de mails werden ingeleid door een telefoontje van een oud-Kamerlid van zijn partij en van een Kamerlid van zijn partij. Dus die bellen en korte tijd later ontvang ik zo'n mailtje. Met belastend materiaal over een partij. Met materiaal over zijn financiën. Verder kan ik er niks over vertellen. En ik verifieer dat materiaal en dat klopt. Ik ga naar die man, het is een man toe. En hij begint mij uit te leggen wat hier aan de hand is. Een soort familiedrama. Iets met aangifte en god. En allemaal dingen van ik dacht. Laat dit geheim blijven. Dus dat soort geheimen, als het om dat soort dingen gaat, akkoord. Dus het particuliere, het liefdesverdriet en kinderen met problemen. Maar gewoon in het zakelijke, het politiek-zakelijke geheim bewaren, ik zou niet weten waarom. Maar Juri, ik vind het wel opvallend dat jij informeert daar al een paar keer naar. Op zich is het er ook niet zo heel gek dat je dan met iemand, dat je ook wel sommige dingen niet op kan schrijven, omdat je dan wel een ander verhaal hebt? Ik wil niet weer dat gek is. Ik ben gewoon benieuwd wat de praktijk is, in de journalistiek. Of wat verstandig of onverstandig is, of wat usance was of is. Maar wat vind jij daarvan? Het lijkt mij hartstikke logisch dat je sommige dingen wel en niet opschrijft. Heb je er altijd een keuze in, lijkt me logisch. En het lijkt mij dat Victor groot gelijk heeft, dat het zelfs de journalistiek ten goede komt. Maar dat is mijn particuliere opvatting. Ja. Ik weet niet wat Tom Jan ervan vindt. Ja, ik weet niet wat het voordeel voor de journalistiek dan is. Dat zie ik niet. Ik herinner me trouwens ook wel dat ik wel eens een interview had gemaakt met iemand en dat er persoonlijke ontboezemingen in stonden waarvan Joop zei, en waarom zou dat in de krant moeten? Dat hij dat er zelf uithaalde, zeg maar. Privéleven? Nee, had iets, een heel verhaal verteld over wat er allemaal gebeurd was in zijn gezin. En Joop zei, ik zie geen reden om dat in de krant te zetten. Ja, ik kan me goed herinneren dat Theo van Gogh mij erg de les las dat je niet bepaalde dingen mag vragen die je over iemand weet die te veel in de privésfeer liggen. En dat was met Joop ook zo. Ja. En dat raakt aan wat jij net zegt. Hè? Maar Is er nou, want we hebben het hele avond over Joop, hij is 20 jaar dood. Is er nou ook, jij zei, hij heeft een hele generatie journalisten beïnvloed. Is er sprake van een journalistieke erfenis? Heeft hij school gemaakt? Nou ja, weet je, de journalistiek is zo enorm veranderd dat je dat in alle eerlijkheid niet
in alle redelijkheid kun je dat niet claimen. Dus nee. Ik wil zijn soort journalistiek en zijn soort reputatie, hè, ook iemand die voor een weekblad en Buitenhof presenteert, ja, weet je, dat is, dat bestaat niet meer. En komt vermoedelijk ook nooit meer terug. Nou, dat weet ik niet heel zeker, Tom Jan. Want hij had wel bepaalde zaken, dingen. Als iemand die talenten ook heeft, wat we het nog niet over hebben gehad. Joop, als je goed luistert, hij had een buitengewoon mooie stem. Zeker. Een mooie stem is heel belangrijk op televisie. Wordt enorm onderschat. Mensen moeten van je houden. Heel veel presentatoren die kunnen veel kritischer zijn, kunnen zich veel meer permitteren als dat met zo'n prachtige stem wordt gebracht. Dus er zijn meer dingen die met zijn schrijfstijl te maken, met zijn persoonlijkheid. Als hij die had ingezet in een nieuwe tijd, met nieuwe vragen, nieuwe problemen, ik denk dat dat ook kans van slagen had. Ik denk dat er iemand met de kwaliteiten van Joop, dat kan echt wel weer iemand worden, alleen op een andere manier. Nou, dat soort monopoliepositie kan nog steeds. Ja, ik denk wel. Ik denk dat als zo'n persoon opstaat, heb je een nieuwe presentator van Buitenhof. Maar je hebt hem nog niet gezien in elk geval. Sorry? Je hebt hem nog niet gezien in elk geval. Nou, er loopt best wel wat talent rond. Maar iemand die nu vergelijkbaar is met Joop op een aantal aspecten waar we het vanavond over hebben gehad. Ik heb die nog niet gezien, nou, maar die zal vast opstaan. Ik dan heel even, dat vind ik dus wel van Koen, jij bent gespreksleider, maar ik bedoel, Koen is toch ook iemand waar mensen van die voelen zich ook vereerd als Koen interesse toont. En er zitten hier trouwens heel veel hele goede. Nee, maar kijk, het Koen is goed. Maar Matthijs van Nieuwkerk. Nee, maar er is een hele serie mensen met echte grote. Nee, maar nee, maar ik meen het al zo. Ik ga niet Koen bashen hier. Daar gaat het totaal niet om. Maar Joop had echt heel veel dingen tezamen die hem wel uniek maakte. En het was zo bijzonder, want ik viel zoveel samen bij de man. Hè? Ik bedoel, de journalistiek, maar ook de jaren 60, het Jodendom, het kamp, het Koningshuis. Alle aspecten van de samenleving, die droeg die in zich. Dat is natuurlijk, ik zou niemand kunnen aanwijzen voor wie dat geldt. Ja, hij was heel flamboyant, hè? Als je ook dat profiel leest wat Misha Cohen en Harm Ede een bordje over hem geschreven hebben. Hij is een heel flamboyant iemand. En dat zie je ook niet meer zo heel vaak, toch? In journalistiek. Ja, ik heb kan ook niet meer echt bijzondere mensen in mijn leven ontmoet, maar ik heb van niemand zoveel geleerd als van deze man. En dat is toch wel. Ik zou niet weten. Nee, ik zou echt geen ander voorbeeld weten. Dank voor deze ontboezeming. En daarmee gaan we naar de volgende tafel. Ja. Dank jullie wel. Dank. Hartelijk. Ja, en dan zijn we toegekomen, Jury, aan de laatste tafel. Dat klopt. Maar niet de minste. Nee. Want wij hebben de eer om uit te nodigen hier aan tafel Hans Wiegel en Max van Rees. Goedenavond. Dag Max. Dag Jury. Dag meneer Wiegel. Gaat u zitten. Ja, alstublieft. Het is misschien wel leuk om meteen maar eens even af te trappen met toch weer een filmpje? Een filmpje waarin Joop u interviewt. Zullen we even naar kijken? Hoe was dat, meneer Wiegel, om door Joop van Tijn Hoe was dat om door Joop van Tijn geïnterviewd te worden? Nou, dat was heel plezierig. Ja? En in de televisie gebeurde niet zo vaak, maar wel thuis. Bijvoorbeeld in Friesland. Ben jij toen een keer mee geweest? In E, toch? Ja, Amerongen. Maar E in Friesland. Ja, daar waren ze met z'n tweeën. We zouden daarna gaan eten in de post in Dokkum. En dat had ik toen opgebeld en gezegd, al het zilver op tafel. En toen hebben we een beetje van die vogeltjes. Zilver op tafel of op van tafel? Tafel? Nee, op tafel. Want dat maakte indruk op. Ja, natuurlijk. En dat was gewoon een komische avond. Maar de linkse pers, u zei het net in het interview daar. Was hij de linkse pers? Nou, hij werd net een beetje ontkend, namelijk lijkt het bijna een beetje. Maar was hij de linkse pers? Nou, hij zat bij hem. Redelijk links blad, maar ja, hij zei heel vaak dingen waar ik het absoluut mee eens was, maar daar had ik ook geen zin om wat op die televisie te zeggen, want dan denk ik, Wiegel is ook niet helemaal helder meer. Dat is niet goed voor de volgende verkiezingen. Nee, natuurlijk.
Ja. Dus je moet je dan eigenlijk afzetten tegen de ander, want dat is ja, wederzijds... Ja, maar dat is ook niet erg. Nee, nee, precies. En soms moet je ook heel... Als het, zeker als, de, als het terecht is, moet je ook heel aardige dingen zeggen. Dat heb ik ook wel af en toe, toen ik vicepremier was, moest ik het praatje met de minister-president doen. Hè? 8,5 minuut, live. Hè? Onder andere toen met een, ook een paar linkse journalisten. En die hadden een beetje in de gaten wat voor perikel we in het kabinet hadden. Dus ik denk, ik moet gewoon door. Lullen wil ik niet zeggen, maar doorpraten totdat die tijd om is. Die 8,5 minuten helemaal sport, hè? Is het toch een catch is catch can, hè? Ja, ja. Dat is ook de journalistiek en de politiek. Ja, maar was hij ook gevaarlijk als die interviewer voor een politicus als u? Hij was ja, zo charmant. Hij is een ontzettend leuke man. En dan praat je een paar uur. Dat is altijd, hoe langer je praat in zo'n interview, hoe gevaarlijker het wordt. Waarom? Dus je moet heel, waarom is mag ik misschien betogen, dat is het ja, wel, daar heeft hij de vraag niet te stellen. Maar dan, als je dus te lang doorpraat, dan ben je geneigd meer te zeggen dan wanneer je dat niet doet. Hè? Het werd ook net zo aan de orde gesteld. Het, zeg maar, is het, moet je uitkomen, ook bij name wat je hebt gezegd, van quote of non-quote. Ik heb nooit de nimmer de zin in om dingen te zeggen. Nou, ik zeg het u, maar u mag het niet opschrijven. Want wat ik niet wil zeggen, zeg ik niet. En niet dat gepraat van, nee, u mag het wel weten. Maar niet met name in de krant. Moet je nooit doen. Als politicus. Onprofessioneel eigenlijk. Zeer. Ja. Max, jij hebt natuurlijk veel met Joop samengewerkt. Hè? Heel veel interviews gemaakt. Hoe deden jullie dat? Wat was jullie aanpak? Spraken jullie bijvoorbeeld de rolverdeling af? Ja, ik heb eigenlijk tamelijk kort met hem samengewerkt. Namelijk 3 jaar, van 1982 tot ja. 1985. Want toen werd hij adjunct hoofdredacteur van Vrij Nederland. Maar ja, wel intensief. Wel 24-7, zoals ze dat zeggen. Ja, er was absoluut een rolverdeling. Een heel perfectionistische vorm van bad cop, good cop. Wie was jij? Nou, het gemene was dat we dat ongeveer op 2/3 van het gesprek omdraaiden. Dat dus, viel wel op, hoor. Joop was dus de... Ja, dat had je helemaal niet door, Hans. Weet je nog wel, dat in Amerongen? In Amerongen, zo ging dat toen, in dat gesprek dat we daar hadden. Ja, ik wou even om iets te... Koen stipt het ook al aan, die cadeaus en zo. Maar er bestaat een boekje, Hans Wiegel en de Media, van Willem Bemboom. En daar komt één alinea in voor over Joop en Vrij Nederland. Het duo Joop Fontijn en Max van Wezel van Vrij Nederland bezocht eind jaren 70 Wiegel in Amerongen voor een langdurig interview. Dat heb ik nog eens nagekeken. We zijn daar 3 keer 3 uur geweest. Dat zou echt ondenkbaar zijn ja. om dat bij een huidige minister ja, te doen. Ja, ja. Ze kwamen binnen met een grote bos bloemen. Die had Joop op het station. Uiteraard. Dat weet ik niet. Op hetzelfde moment lieten 2 journalisten van Elsevier het pand. Ja. De journalisten van Elsevier keken wat beteuterd toen ze de grote bosbloemen in de arm van Joop Fontijn zagen, herinnert Wiegel zich. Fontijn zag dat en zei tegen de collega's, kijk heren, wij weten hoe het hoort. Nou, dat was dus het charme-offensief. Ja. En daar maakte hij dus gigantisch werk van. Hij zat de hele dag te bellen met anti-kers in de Oude Manhuispoort of ze dat ene exemplaar van de fabels van de La Fontaine nog hadden. Wel precies die druk waarvan hij wist dat iemand die kwijt was. Mm-hmm. En dat wist hij dan weer van allerlei secretaresses of zusters of tantes. Of dit. Hij zat veel te bellen. Tweede was dat rollenspel, waarbij ik dan meestal begon met de wat zeikerige vragen. Hij de charmeur uithing, maar het opeens omdraaide. Dat was het knap. En Joop was de stratege daarachter. Want wat gebeurde er dan? Nou ja, zo'n politicus gaat na 7 uur interview dan heel erg leunen op de good guy. Van dat dus is de vriend tegen zijn gemeente. Ja, en als je het dan opeens omdraait en de good cop wordt de bad cop en andersom, dan raakt iemand totaal in de war en gaat zich verspreken. En wat zei die dan bijvoorbeeld in één keer? Ja, dat wil ik nog wel eens weten. Na al die jaren. Nou ja, we hebben toch samen mooie interviews gemaakt met toenmalig minister Brinkman van Cultuur, die zijn liefde voor Napoleon, de paus van Rome en zijn een beetje deden voor de Tweede Kamer uitsprak. Dat werd een enorme rel. Dat was ook mooi. Hans Wiegels partijgenoot, overleden partijgenoot, staatssecretaris Ploeg van Landbouw. Een beroepsmilitair die van het CDA niet op zijn lievelingspost Defensie had mogen zitten,
maar staatssecretaris voor Garnalen was geworden. En tot diep in de nacht ons vertelde hoe krenkend dat was. En ondertussen begon de Anne Frank Stichting voor Communistische Organisatie uit te maken. Nou ja, dat was bijna zijn politieke dood ook. En dat waren allemaal interviews die via dat bad cop, good cop systeem tot stand kwamen. Even tussendoor, jij hebt, ik wil u niet om... Ja, gaat u gaan. Kijk, de heer Van Weesel mist één belangrijke figuur. Want als je nou kijkt naar één fantastische sparringpartner van Joop van Tijn, was het natuurlijk Van Riel, hè? Ja. De liberale senator. Ze hielden alle twee, ze wisten alle twee veel. Ja. Ze vonden het fantastisch om elkaar te proberen te pakken te krijgen. Ze hielden ook allebei van provoceren en ze hielden ook van elkaar. Dat zag je in die interviews. Ja. Dat waren de grote interviews. Maar, zeker, nee, maar daarom zat ik daar net ook een beetje te denken van Joop helemaal in de PvdA-hoek. Dat was niet zo. Hij was ook beter met VVD'ers, vond ik altijd. Nou ja, VVD'ers zijn, dat weet u toch wel, aardige mensen. Hele leuke mensen. Ja, algemeen. Ja. Maar was dat de reden dat u daar dan drie uur voor uittrok? Want u zegt net zelf, dat was gevaarlijk. Ik wist niet, ik vond het gewoon leuk. Die lange tijd, wat was daar de reden dan voor? Nou, drie eerst 3 uur en dan nog een keer 3 uur, op een paar dagen later of zo? Nee, in een aantal maanden. Op een aantal maanden. Het gesprek zat nog in de landelijke politiek. En het laatste gesprek van 3 uur. Maar het is wel heel gevaarlijk dus. Ja. Nou, mij is dat laatste niet opgevallen. Ik vond, ik heb één keer, ben ik ook geïnterviewd door mevrouw Lampen. Die mevrouw Lampen was nou echt levensgevaarlijk. En die had ook de truc om, ze is bijna een hele dag bij mij thuis in Friesland geweest. Dan moet je helemaal, ze keek je dus aan en schreef dus volgens met die ronde zinnen alles op. En ze wilde ook altijd dat je nog een keer langskwam bij haar voor een tweede gesprek. Dat moet je dus nooit doen. Want dan ben je thuis bij de vijand. Hè? Ja. Maar dat vond ik, dat was een veel moeilijkere gesprekken waren. Maar er was nog iets, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo stratego met politici zat te spelen. Dus een voorbeeld, dat interview met Elko Brinkman. We maakten toen samen een portret van het hele kabinet Lubbers. Dus interviews met alle ministers en staatssecretarissen. En op een bepaald moment zei ik tegen Joop, we vergeten de hele tijd Elko Brinkman. En Joop legde me uit dat hij Elko Brinkman absoluut niet vergeten was, maar wilde dat Elko Brinkman jaloers werd op al die collega's die al wel door Joop waren geïnterviewd. Dat Elko Brinkman zelf zou bellen, of door zijn voorlichter, Han Mulder heette die, zou laten bellen van mag Brinkman ook. Dat moment brak aan, dus ik dacht, we hebben beet. En tot mijn verbijstering zei Joop tegen die voorlichter, nee. Ah, dat is de klasse. Ik geloof niet dat hij echt wat te melden heeft. Laat hij zelf maar motiveren waarom hij ook in die serie zou moeten voorkomen. En toen kwam die voorlichter van Mulder terug met, hij is wel bereid hierover te praten en daarover te praten. En toen zei Joop ook nog zo cool mogelijk, gespeeld cool mogelijk, van, als hij echt if he delivers the goods, als hij dat echt waar maakt, oké, dan zullen we het proberen. En dat gesprek leidde dus uiteindelijk tot de enige grote scoop uit die hele serie van maanden werk. Was dat interview met Brinkman. Was dat interview waar je het net over had, waar Brinkman dan ook echt onderuit ging? Ja. En dat was een soort, iedere journalist zou zeggen, geweldig, ik mag de minister van Cultuur interviewen. En Joop stond daarboven gewoon. Ja. En dat werkte op den duur, zeg maar. Ja. Ja, dat werkt geweldig als ze naar jou toe komen. Ja, ik heb het nu zelf toevallig, ik imiteer dat een beetje van hoe Joop dat deed. Ik ben met Wilma Borgman van de NOS bezig nu het vertrekkende kabinet helemaal. Dus die zijn gewaarschuwd bij deze interview. Hou het kort. Nou, gisteren hadden we er een aan de lijn van waarom ben ik nog niet geweest. Echt waar? Ja. Oh, dus het werkt. En belde hij zelf of was dat het idee van zijn spindokter? Geen idee. Ja. Hm. Nou wil ik nog een citaat voorleggen van Harry van Wijnen, die in zijn obituary schreef dat Joop van Tijn tegenover figuren als Den Uyl, Van Acht, Michel en Van Mierlo van elke partij, van elke politieke richting 1, toonde hij zich altijd in zijn element. Maar hij scoorde zelden punten doordat hij zich te veel liet innemen door deze 4. Dan bent u er één van. Nee, absoluut niet. Althans, ik herinner me daar niets van dat ik dat gedaan heb. Maar er was zeker een sprake van een wederzijds sympathie. We waren sympathie. Op elkaar gesteld. Ja. Ja. En ik wil ook een serieus punt in deze opgewekte gesprek nog brengen. Kijk eens, het allergrootste indruk
Joop van Tijn op mij heeft gemaakt. Toen was mijn eerste vrouw overleden. Was hij gekomen naar Hogeveen, dat was de begrafenis. En ik zag hem en zei toen tegen hem, Joop, jij ook hier? Mm. En toen zei hij, ja, ik vond dat ik moest komen. Mm. Dat zal ik dus nooit vergeten, ja? Mm. Dat zegt ook iets over die man. Hm? En zegt dat is dat professionaliteit, zeg maar, nee. Altijd ermee bezig zijn, of is dat menselijk? Nee, het is volgens mij ook eerder hier vanavond gezegd. Mm-hmm. Als hij mij een vervelende zak zou hebben gevonden, of weet ik veel wat. Of hij had gedacht, nou, wat kon mij dat verder schelen, was hij niet gekomen. Maar hij is wel gekomen. Mm. Nee, maar u zegt ook, dat zou ik nooit vergeten, dat bent u ook nooit vergeten, u vertelt het hier. Maar dat zorgt natuurlijk voor een zekere coulance de volgende keer dat hij als journalist vraagt. Heeft er niks mee te maken? Nee? Natuurlijk niet. Dat zou heel raar wezen. Moet je toch kunnen scheiden, dat soort dingen. Is dat zo? Nou, natuurlijk. Anders ben je niet geschikt. Zowel niet geschikt als je journalist bent, als wanneer je politicus bent, meneer. Het is één keer, denk ik, heel erg misgegaan. En dat was tussen Joop en Ed van Tijnen. Wat is er misgegaan? Ja, het niet vermengen van je persoonlijke band. En wat je voelt als je journalistieke plicht. Joop, wat was het ook weer? Ed van Tijn was burgemeester van Amsterdam. Ja, ik weet niet wat hij was, maar iets hij was met heel boos. Hij was minister van Binnenlandse Zaken geworden. Hij moest een oordeel over de burgemeester van Amsterdam vellen. En dat ging niet. En dat had Ed van Tijn zelf kennelijk niet door op dat moment. En Joop heeft toen een stuk geschreven van dit is onzuiver, je moet aftreden. Of hij moet aftreden. Dat moet je kunnen. Ik ben laatst met mijn vrouw op ziekenbezoek bij Ed van Tijn geweest. Ja. En die begint daar nog steeds over. Die vindt dat nog steeds een soort van. Toen heeft Joop me verraden. Nee, maar dat was geen verraad. Joop vond dat zijn plicht. Hij vond dat heel moeilijk. Maar van het persoonlijke en het zakelijke. Ja. Maar ging dan ook zijn vak toch voor vriendschap? Ja, zijn vak ging dan voor vriendschap. Ja? Hij vond toen dat hij moest schrijven van. Ja, van Tijn moet weg als minister van Binnenlandse Zaken. Ja, ondanks zijn persoonlijke banden met Ed van Tijn. En ze kenden elkaar al heel lang. Dus uiteindelijk ging de krant altijd voor. Wat heb jij van Joop geleerd? Iets van zijn wantrouwen overgenomen. Niet in de ontzettend fanatieke vorm. Want bij Joop kon het de vorm van complottheorieën aannemen. Zeker op het eind van zijn leven. Ik heb van hem geleerd van zit ik wel op een goed niveau qua bron. Een van de eerste voorbeelden was, we hadden een soort portret, een van de eerste Vrij Nederland kleurkaternen, van toenmalig premier Van Agt en hoe die het land al of niet regeerde, gemaakt. En ik had daarvoor een heleboel voorwerk gedaan, echt de wandelgangen in, ook met hem mee op pad, maar vooral met heel veel Kamerleden over hem praten. En nou ja, de eindversie hebben we samen gemaakt en Joop zei, ja, aardig stuk. Maar hoe kom je erbij dat Van Agt een preutse man is? Ja, dat zegt heel Den Haag, dat Van Agt normen en waarden en noem maar op, ethische geveien, een preutse man is. Ja, zei Joop, ik denk dat die alinea niet klopt. Ik ga even bellen. Dat was bij hem thuis op de binnen- of buiten Bandhammerstraat, een van de twee, buiten denk ik. Dan ging hij in een andere kamer, waar ik dus niet bij mocht zijn, bellen. Ik weet tot op de dag van vandaag niet met wie. En hij kwam even later terug en zei, laten we die ene alinea even anders doen. Heel Den Haag denkt dat Van Agt een preutse man is. In werkelijkheid genoot hij heel erg toen hij in Finland naakt in de sauna met de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, de heer Mulder, met van die takkenbossen. Dat hebben we er toen van gemaakt. En ik kwam later Van Agt tegen en ja, dan vraag je wel, heeft u het gelezen en zo. En toen zei hij van, ja, heel aardig stuk, maar hoe wist je dat van die takkenbos? En ik weet dus tot op de dag van vandaag niet wie dan Joop zijn bron was. Van dat rondslaan. Maar dat zat dus op een hoger niveau dan mijn bronnen, zeg maar. Nou ja, dat heb ik van hem geleerd. Ja. Speelt hij nog een rol in jouw bestaan? In jouw journalistieke leven? Ja, nee, absoluut, ja. Ja? Wat voor manier dan? Ik denk dat ik... dat ik ondanks alles trouw ben gebleven aan Vrij Nederland en daar nog steeds in schrijf, heel veel te maken heeft met de erkentelijkheid dat Rinus en Joop mij hebben ontdekt voor de journalistiek. En zou als Vrij Nederland
zo zou zijn en hij had nog geleefd. Nou, als je dat, het is nu natuurlijk één keer in de maand, het is een beetje mooi papier en zo. Ja, ja, glossy. Bijvoorbeeld over zeg maar politieke zaken. Hè. Staat er geen letter in. Dus, nee, maar op de website zou dat wel. In zijn tijd ook gebeurd zijn? Nee, ik denk dat hij zich met hand en tand verzet zou hebben tegen al die dingen over lifestyle en uitvinders en innovatie en duurzaamheid en windmolens. En, nee, dat had hij niet de essentie gevonden. Nee. Maar je zegt, hij zit nog wel in je hoofd. Als je werkt. Nee, en ik vraag me ook bij alles wat ik schrijf altijd een beetje af, zou dit Joop zijn toets hebben doorstaan, in de zin van ben ik wel goed genoeg geïnformeerd? Zijn mijn bronnen wel zo goed? Of zit ik anderen na te praten? Doe ik mee aan het papegaaiencircus? Want daar had hij een enorme hekel. Dus het is een soort eikpunt eigenlijk wat je zegt. Ja, en ook wel van is het kritisch genoeg? Is het niet te middelmatig wat ik schrijf? Ben ik er toch ingetrapt? Ja, uiteindelijk toch waar het daarnet over ging, ben ik wel wantrouwend genoeg. Is dat wel een beetje wat een politicus moet doen? De journalist erin laten trappen? Nee, natuurlijk niet. Wat moet hij dan doen? Hoe moet hij met de journalist omgaan? Nou, kijk, als je een beetje aardig met een journalist omgaat, moet je hem een beetje plagen. Een beetje zitten jennen op een beschaafde manier natuurlijk. Je moet altijd een beetje onder spanning houden. Maar de boel bedonderen in die zin dat je dingen vertelt die niet waar zijn, dat moet je dus nooit doen. In laten trappen is een onverstandige manier van omgaan? Nee, behalve als hij het niet merkt. Nee, maar dat mechanisme van je afzetten tegen de andere kant van het politieke spectrum, dat wel. Dus je moet wel jezelf profiel geven door niet geprezen te worden door een linkse pers. Nou, nee, dat maakt tegenwoordig allemaal niet. Kijk, bestaat niet meer. Ook het verhaal wat ik toen misschien verteld heb, weet ik, klopt ook helemaal niks van. Want ik vond het fantastisch om de Vaarraadje toen met het radioprogramma. Mm-hmm. In de Royaan. Daar luisteren 1 miljoen kiezers elke zaterdag, hè? Mm-hmm. Daar ging ik altijd met ontzettend veel plezier naartoe. Begon dus ook te roepen en te razen. Maar dat leverde mij gewoon meer stem op. Dus je moet altijd juist daar ook je neus laten zien en je ogen laten kijken van waar wat te verdienen valt. Dus daarom wilde u ook in dat linkse Vrij Nederland graag staan? Nou, dat deed ik. Ja, het was ook een eer. Hè? Dat is ook zo pas gezegd. Ik bedoel, als je mevrouw Lampen werd geïnterviewd, dat was echt top of the bill. Dan was je iemand. Dan hoorde je erbij. Ja. Maar je hoeft niet te proberen om haar op te bellen en te zeggen, zou u bij mij langs willen komen? Die vent is niet goed bij zijn hoofd geworden. Het is misschien wel aardig maar om wel even één te melden dat er een BBAP-avond komt ook, hè, over een maand hier. Ja, nou, dat is mooi. Hier in 17 oktober, zeg ik uit mijn hoofd. Dat volgens mij beter dan ik. Nee. Ja. Maar mag ik één verschil nog zeggen? Dat is, ik ga niet zeggen van vroeger was het beter. Daar begin ik niet aan. Het was wel waar, maar je moet dat niet zeggen. maar er is wel één heel groot verschil. Hè? Vroeger, als je zo'n journalist, een politicus, tenminste als de belangrijke politicus was, wilde spreken, liep je bij hem binnen. Niet waar? Als er een interview was, zat je te praten met die politicus als journalist. Daar zat geen voorlichter bij. Wat moet ik met zo'n vent naast me? Die heeft soms nog zijn mond open, doet ook. Dat is geen gesprek. Hè? Maar het is niet alleen de voorlichter. Dus, ik heb wel eens met 5 van die types. Je wordt er toch heel gestoord van. De minister, de voorlichter, het hoofd communicatie, de politieke assistent van de partij. Iets verschrikkelijks toch? En de contactambtenaar departement Tweede Kamer. Die zaten allemaal bij het interview. Allemaal met van die bandrecordertjes, zaten het allemaal op iPhones op te nemen. Redelijk geschrift. En weet je wat, net zo erg is, nu we toch lekker aan het loskomen zijn. Het zou ook niks voor je op geweest zijn. Dan had je een interview met iemand. Nou, ik ben ook wel eens geïnterviewd. Dus, en er zijn van die hele brave journalisten die zeggen, dan zullen we u dat toesturen. Kunt u de correcties aanbrengen? Ik zeg, dit is mijn stukje niet. Het is jouw stukje. Ja. Maar bij anderen, als je die interviewt, een politie zal geen namen noemen natuurlijk. En dan stuurt zo'n journalist dat stuk in, blij natuurlijk, met allemaal primeurs. En dan wordt alles weggeschrapt wat interessant is. Maar dat ben je toch niet wijs? Die oude cultuur is echt uitgestorven. Ik weet zeker dat Joop of Bibep of Ischa Meijer het echt niet deden als voorlichter erbij zat. Natuurlijk echt no niet. Way.
en als het geautoriseerd moest worden enzovoort. Maar ik heb de laatste jaren in Den Haag nog één minister meegemaakt die dat allemaal ook poespas vond. Dus ja. In de stijl van Hans, dat was Hans Hillen, de toenmalige minister van Defensie. Dat is ook zo'n figuur, een prachtige figuur. Dat was de laatste die ik heb meegemaakt, die zei van... De minister van Oorlog. De minister van Oorlog, inderdaad. Onder zo'n groot portret van Michiel de Ruiter. Ja. Zijn naam zal binnenkort ook verwijderd worden van de Nederlandse... En het schilderij waarschijnlijk. Het schilderij ook, was een slavendrijver denk ik. Maar dat was de enige en laatste in jaren die in een kabinet zat en zei van we praten gewoon, maak ervan wat je wilt, ik vertrouw je. We zien het wel. We zien het wel. En als je het verpest, kom je er nooit meer in. Maar is de moraal van het verhaal dan van Joop van Tijn was een grote journalist in zijn tijd, maar dat is gewoon voorbij. Zulke mensen zijn er niet meer. Ja, die tijd kan terugkomen. Ja? Natuurlijk, als je journalisten maar hardhandig die lijnen bepleiten die hier aan tafel zijn besproken. En dat er een paar politici zijn die zeggen van, we gaan gewoon terug naar die tijd en niks te ondertekenen en meer van de gazanik. En ik zie twee dingen die terugkomen. Wat je nu noemt multimediaal werken, wat erg in is. Dat deed Joop, dat was helemaal niet gewoon in Nederland, maar... Joop deed radio en tv en boeken schrijven en een stuk in Vrij Nederland. Dat is weer erg in. Dus wat dat betreft is hij een voorbeeld. Ja. En de long read, hè? Een kort stuk in Vrij Nederland was 3200 woorden. Een lang stuk iets langer. En de long read is weer erg in. Dus ik zie toch wel twee dingen die hij toen heeft gedaan die weer terugkomen in de journalistiek. Ik weet niet, Jury, wil jij nog iets vragen of zeggen? Nee, ik wil u hartelijk danken voor komst en... medewerken aan... Het was een groot genoeg om met u allebei gepraat te hebben. Ik vond het sowieso mooi om op de verjaardag van Joop nog eens een keer uitvoerig bij hem stil te hebben gestaan. Ik hoop dat u dat ook vond. Ik zal nog één dingetje voorlezen, ter afsluiting. Judith Hertzberg, er was er eens en er was er eens niet. Een van haar vele bundels, deze hoofdprijswinnaar. In memoriam Joop van Tijn, 1938-1997. De vraag is... Treuren we om hem of om onszelf? Die vraag is me een beetje opgedrongen door een lief iemand die zei... je moet niet zo bedroefd zijn, het niet zo op jezelf betrekken. Het gaat niet om jou, maar om hem. Dat was toen Joop zo ziek bleek te zijn, eind augustus. Ik zei dat ik hem zo onuitsprekelijk zal missen. Dat is toch prettig voor hem om te weten. Zijn verdriet is dat hij ons gaat missen en dan zelfs dat niet meer. En toen dacht ik dat dit niet uit elkaar kunnen houden van wie wat over wie voelt. En andersom, deze verstrengeling, deze wederzijdse onontwarbaarheid, dat precies is waar houden van uit bestaat. Ik wil jullie allen hartelijk danken voor de komst hier en voor het medewerken en meespreken en meespreken over Fontijn. Hartelijk dank.